Ja, live. Ja. Goeiedag hem doe. Goeiedag hem Koos, ja. Ja, goeiedag hem jong. Hoe is het met jou? Geld me jong. Mooi waak doe. Met die ook? Ja, speciale uitzending. We hebben twee heren te gast van de YouTube channel Lanting Farming. Ik heb ze al maanden geleden beloofd dat ze een keer met me mee mogen doen. En het werd er, kwam er maar niet van, Ik zei toch maar op een gegeven moment, jongens, we gaan zondag met gaan er live. Zij hebben ook een YouTube kanaal, Lanting Farming. Zij hebben voor mij die vlegelvent gebouwd. En ze hebben die vlakken toen gemaakt. Heb ik toen ook in die tutorial filmpje laten zien. En ja, ik kwam er niet onder u. Ik wil ook een keer gewoon met ze. Maar ze ben ook Groningers. Ze komen in Zeerbuurten en omstreek. Zeerbuurten. Dus ik zal even zeggen in de chat. Ik heb ze niet bij de audio. Zij wil namelijk zelf ook graag streamen op hun kanaal. Helemaal prima. Dus ik zeg even nou in de chat van... Goeiedag jongens van Lanting. En als het goed is, dan komt, kriegen we er weer reactie van. Kijk, goeiedag, hem zegt John Lanting. Dus, dat wil men doen. Ik zal zeggen, geniet ervan. Koos ja. Ja. Maar goed, ik zit op verkeerde trekken, maar we doen het voor deze ene keer. Ja, we hebben er een chandeer in moeten doen, want ja, die Lanting Farmers ben chandeervriek. Ja, ik heb niks aan doen. Oeh, daar komt Guido Koning als eerste al met, en die zegt... Guido Koning, doneer 5 euro, goedenavond, even muziek, kijk weer mee op Livecast. Groetjes, Guido Koning. Oeh, dat geluid staat goed hard, volgens mij. Maar dat is niet erg, dat is wel leuk. Op welke trekker zit je Koos, zegt Volkert. De haaie, de Jaander. De Jaander. Daar is Guido weer, zegt Patrick Rieder. Ik ben even aan het zonnebloempjes combine. Als het goed is, komt er vast wel even mee hier met een trekker en kippen. Tenminste, een hong van u. Die jongens van Lanting Farming, ik ben serieuze jongens. We zien elkaar vast wel een keer in beeld. En... nou, we zien wel hoe de oom zich voorspoedt. Aha. Sven van der Wal die zegt, mooi vriend. Hebben we weer allemaal vrienden? We hebben weer allemaal vrienden. Zal we gelijk maar even een vrienden rondje doen, jongens? Ben we allemaal vrienden, zeg jij. Muus, we zijn allemaal vrienden. We hebben al 89 duimpjes. We doen gewoon de 89 duimpjes vrienden rondje. Jongens, zeg maar even tegen ons... Emers en Kosja, wij zijn toch allemaal grote vrienden? Ja, even tussendoor jongens, nog 5 abonnees en dan hebben we 7000 abonnees. Ja, en ik dan, Klaas Hofstee, allemaal goede vrienden. Sander, Trekker, Vroom, ja hoor. Koen Kool is een grote vriend en Kieran de Vries. En Joran de Koe is, en ik dan, en onvoorstelbaar en... Parierieder... Is een grote vriend. En goeiedag hem. En wie is er ook alweer? Evert, ja natuurlijk. Jesse Jongbloed, allemaal vrienden. En Dibidin, vriendjes. Bart, John Deere. Ja, kijk, nou komen de John Deere kikkers. Dus wij trekken op zich nou wel meer kikkers door die extra John Deere's die we erin hebben. Ja, zo is het wel. Gerry Pekel die is er ook alweer. En Wiesjer Visser. En Tirsten. En Mariska. En Just Jelle. En Julian Schutte. Allemaal super grote vrienden. Komt er zo een mee met een chandeer, met een keeper of zo hier? Of pak hem maar naast. Go. Yo. Hoe is het? En dan moet ik eerst een keeper komen of zo, ik weet niet. Oh, dat kan. We zijn allemaal administrators, we kunnen doen wat we willen. Dit is de map met abonnees. Okay. Dus we kunnen doen wat we willen. Oh ja, daar hebben we kibbers.
Waar is het te vervoeren, vriend? Zonnebloemsoortjes. Zonnebloemsoortjes. Geen blootjes, soortjes. Soortjes. Ja, je weet dat ik misschien de schudders verkeerde heb, maar het ben soortjes. Oh, dat slootjes. Heb je zin af? De geweldige gamer zegt, ik dan even, je bent een topper. Ik kijk al heel lang al je video's. Fantastisch, jongens. Padre Rieder, het is niks om 2 dagen op de bank te liggen. Nee. Nee. Bah. Door is geen poep Chinees aan, echt niet. Werk Greetje vandaag ook? Ja. Dus als je nog een broodje wil tillen, wilt snel bellen. En dan gaat Greetje ze mee bestellen. Jongens, druk hem op de duimknop. Maken we weer gezellig om van met elkaar. 137 duimpjes alweer. 282 kijkers vanavond op dit moment. Fantastisch, jongens. Het gaat weer fantastisch. 137 duimpjes. Schitterend. Koop een vent. Die ene vlegelvent zit nu niet in de maat. 7000. Ja. Oh, 6 achter hem. En 7. Ja. 1, 2. Joehoe. Ik heb gezegd. Mooi, hè? Voor beste vliegen op het 20. Ik kom eraan. Ja, ja. Ik ben onderweg met mijn dikke blauwe trekker. 7000, iedereen zegt 7000 in de chat. Joepie. Wie durft dat? Hoe is het mogelijk dat wij dat redden, Ko? Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, maar dat was het, ik weet het ook niet meer. Het is gek waar ik op het. Ja, ik weet wel wat er komt. Nou? De die. Nee, de die. Is zo? Ja. Kijk, dat is nou de kracht van die. Doe eens een stem aan een grote kerel en nou ja, geen... Ja. Ik heb ook geen rokerstemmers of zo. Het is allemaal heel netjes. Oh, kijk, Gerrit Gijzing die zegt gefeliciteerd met je 9000 abonnee. Hij de 7000 al bereikt, hoor ik net, zegt Volker. Ja! Hey jongens, Volker en John, jem heuren wel wat ik zeg hier op de stream. Dan hoef ik niet te typen in de endgame. Heurst u ons? Heuren jullie ons? Ja toch? Ja, voor mij wel, want ze hebben het ook al gehoord van de zon. Dus wacht, stop! Abonnees. Ja? Erik Leegthuis uit Hoorn doneert 10 euro. Zo, nou de chandeer eruit en een Nieuw-Holland erin. Goed bezig, Erik Leegthuis. Erik Leegthuis en ook gisteren en weer vanavond. Onvoorstelbaar weer, hè? Jongens, dikke hype voor Erik Leegthuis. Hij kreeg van ons elke stream een beetje een dikke vette hype. Fantastisch. Hoe ver... Oeh, 98. Dat is goed als het zegt. Ik heb geen crop destruction, dus ik is er zo noorste. Bonjour. Buur hem er hem door. Oh. Is er zuur? Hij was zuur vol. Zuur. Zuur. Hoe heet Ko echt? Ko. Ja, eigenlijk met een C, maar we noemen hem met een K. Maar dat mag niemand weten. Tjalling was bij mij vandaag, zei Remco Faber. Rest hem even de groeten dan, Remco Faber. Mark Bosman die zegt, Emus, mooie app, werkt best. Hartstikke goed, joh. Emus, ik ben er ook weer bij. Ik hoop dat je veel donaties krijgt, Damon van Bergen. Nou, dat hoop ik. Dat zal ik ook fantastisch vinden. Oh ja, Robin de Kleur. Ik heb is hij ook dan aanwezig? Ja, ik heb de 150 kilometer uitgereden. Je knap, jongen. Jeetje. Ja, is goed. Is goed. Waarom moet je komen trekken dan? Ah, oh, een beetje met een kader in beeld. Oh, zo. Hem zo. Ja. Ja. Is wel, ja. Piep in. De app even op grauwe grote boksen door de school even nou. Ter hoe lang ga je door? 10 uur is, dan is het goed, prima, jongens. 10 uur houden we het dan stap. Emus wil een case kopen, nog gefeliciteerd voor de 7000. Ja, dankjewel. Hij is weer inmiddels op 6998. Een foto met Eben en Co. als donatie. Een foto met Eben en Co. als donatie. Nee. Ja, Ken.
Wij zijn zo voor met een camera op een foto werden. Als die alle fotoalbums van 78 en zo, hoi Gil. Net de leeuwen. Ik zag op die foto een Steyr en die 100 en een John Deere. Nee, niet de Steyr, een keizer. Ach, kijk eens. Ridder on Tour heeft 50 abonnees gehaald, jongens. Helemaal goed. Zijn begin, hè? Van zijn. Wist toen met hoeveel abonnees ik begon, hè? Met 1. Ja, klopt. Iedereen voor mij. Ja, waarom? En dan moet je kreeg je eigen abonnee als eerste en dan moet je maar redden. Kijk. Jalo. Ja, wow. Jalo. Hallo. Even eens, kan je dat John Deere laten zien? Dat kan wel even. Ik doe hem straks. Kom hier maar even met John Deere. Kom maar even. Kom maar even. Dat is goed, dat ze eraan komen. Wat ik zeg. We hebben de John Deere 4955. De stream is matig hier ook. Ja, bij de landing farming, denk ik. Ja. Hoe kan dat, hè? Dat kan aan de laptop liggen of aan weet ik veel. Emus, geen schakelpook voor bijvoorbeeld een voorlader. Ik wil eerst zorgen dat we het stuurtje krijgen. Gewoon maar door zijn met oefenen en dan gewoon een stapje verder met een eventuele SciTech panel of joystickje of iets dergelijks. Mark Slob die zegt 2,5% van Nederland is geabonneerd. Kijk. Dus we hebben nog 97,5 te gaan, Mark. Dan moeten we wel even, hè? Ja, bo. Waar moeten we dan? Yes, bezig, hoeveel rest doe in die grondting zit, doe? Nog maar 33%. Oh, ik ga wel rustig aan doen, doe. Ja, klopt, hè? Klopt, hè? Even kijken of die jongens er nou aankomen. Ja, Volkert komt eraan. Ja. Doe eens een keer een unbox video van die stuur die je dan straks krijgt. Maar zover is het nog niet, jongens, hè? Maar oh, op zich zou ik dat wel even kunnen doen. Zal ik doen? Dat ik dan met mijn telefoontje boom die deur sta, dat ik hem open knip, is wel? Dat is een unbox video. Oh, komt een John Deere, hè? John Deere. Jongens, dames en heren, voor het eerst op de livestream van Emus Farming. Een John Deere. Ik vind die tank mooi, Emus. Ja, zeg maar, klap. Ja, die tank is wel schier, hè? Ik wil hem ook gaan proberen, ja? Is goed, hè? Meneer Schilden. De litje kwalmpot van de John Deere komt eraan. Oh, hij kent hier wel een strandje. Ja. Ik koop een vrachtwagen. Dan haal ik hem een vracht. Kijk maar even. Van de. Vergeer staat weg. Hoe heet hier om die hier staat. We hebben liters, tonnen, kubus vol met digistaar. Ja, mooi werk doen. Dus. Nou jongens, de John Deere komt in beeld. Kijk eens aan. Ken die garant tank op mijn dolly eronder? Zit er op een trek eigenlijk achterin of niet? Nee, zeker. Dat weet ik niet. Zo mooi. Ik denk dat ik er met 2 tanken erin doe. Ja, juist. Hè? Kies me aan eerst een leken doe. Ja. Dan kies wat langer die gaan gewoon. Want ik heb nou 60%. Dus op zich, valt toe. Ja. Wist je wat Hassel Games zegt? Nee. Eemus is de baas. Dan wil ik maar hem zeggen. Is dat zo? Ja. Oh. Ik zie dat gewoon gebeuren. Nee. Dan moet je zo wel doen. Zo, even. 183 duimpjes. We doen straks even de 200 duimpjes. Ja. Wat voor rondje moeten we doen, jongens? Sorry, hè. G. Oh. 7000, jongens. We zitten alweer op de 7000. Gefeliciteerd, zegt
De turbo stuk van een John Deere rookt nou al, zei ze. We doen de 200 likes. Wat voor rondje doen we, Ko? Ik weet het niet. Ik weet het ook helemaal niet. Plaats, rondje? Oh, provincie. Provincie? Provincie, ja. Provincie rondje. 200 duimpjes. Laat hem erin. 200, helemaal 200 jongens. Hebben we nou weer 200 jongens. Hebben we nou weer 200 duimpjes. En we zijn nog niet eens. We zijn nou precies een kwartier bezig. En we hebben precies 200 duimpjes. Kijk, nou jongens. Uurtje dus. 800. Bam. Laat hem erin. Ja, de dota. Jouwe. Het is 200 provincie, jongens. Groningen zegt Paiririede. Stan die zegt Overijssel, Mark Grun, Flevoland voor Douwe, Limburg voor Dibidan. Klaas Hofstede die zegt iets veel anders. Loonbedrijf van de Vecht, Overijssel, Rowan, Flevoland, Remco, Frank, Gelderland, Grun, Gelderland. Arnhem, Zuid-Holland, Zeeland, Grun, Gelderland, Drenthe zegt Bart, Groningen zegt Bas Dijkstra. Drenthe, Elon, Gerry Pegel komt nu Grun, Flevoland, Jesse. Gelderland, Guido, Huiskamp, Kelvin, Drenthe, ik moet even goed omdenken. Gelderland, Teus komt uit Groningen, Lars uit Overijssel, de Tukkers, Just Jelle komt uit Friesland, en Grun, en het Roergebied. Lek, ja, toes, en door. Vlaanderen, zegt Robbe Deuts van der Straten. Zo, Vlaanderen, Duitsland, zegt Daan. Brabant, zegt Zuid. Assen, Rossum, Overijssel, Noordoostpolder, Friesland, Utrecht, Drenthe. Nou, toch wel redelijk verdeeld over de Verenigde Nederlanden, of niet? Ja, hoor. Mooi, maar... Remco Hulst, Overijssel en Sander Trekker, Vroom, komt uit Friesland, zegt er. Fantastisch. Als het goed is, is deze stream aan de kant van Lanting Farming YouTube's kanaal ook te zien. Maar daar moet nou niet heen gewoon natuurlijk, hè. Dat is niet leuk. Maar... Dat kan je hem terugzien morgen of andere keer ook op zijn kanaal. Voer maar in op YouTube, Lanting, Farming en dan kom je wel bij hun terecht. Ik ben ook Groningers. Dus, we moeten elkaar een beetje een drukker geven, maar nooit, hè. Jawa. Groen van Tjalling, zegt Remco Fabing. Ja, die Tjalling, dat is een fantastische kerel. Ja, doe kist Tjalling die jong niet koud, denk ik, hè? Nee, dat kan nooit, jong. Ja. Hey, doet die Follow Me het ook? Nee, heb ik er niet in. Chips. Ik heb er niet veel mods in, eerlijk gezegd. Dat is niet goed, hè? Nee, sorry, hè? Jammer. Ja, maar dat komt, ja, ik wil... DJ Microsoft kan beter ook. Ik wil... het ging me nou eerst even... Dit is de abonnee save game op de server. Mm-hmm. Dus ik heb er niet te veel pushpas in. Nee, dat heb ik ook wel deur, maar ja. Kijk, nou moet ik eerst de mestcontainer op steen brengen. Dan moet ik de vrachtbank pakken. En dan ben ik zo een uur verder. Beetje omslachtig, wil ik zeggen. Ja. Ja, dan laat ik de vrachtbank klik en met hem doen. Ja. Ja, dan maar dat is het nooit aanzetten. Nee. Huh? Ze zijn niet live, Eepmuus. Nee, lukt het niet. Oh. Dan nemen ze het op misschien. John, geef eens even een tekstbericht. Of je aan het streamen bent, te ja of te nee. Komt er ook nog een hakslaan met opslagruimte, Eepmuus? Ja, door is heen met aan de gang voor ons. Alleen weet ik nog niet wanneer het er klaar is. Even mijn audio break richting Chris. Volgens John zijn we wel live. Oh. Waarom typt John zelf niet? Oh. Goeie comments. Ja hoor, goeie comments. Niks mis mee. Oh. Nou, helemaal goed jongens.
steun die jongens ook even mee. En kijken ze dan even naar hun filmpjes. Dan, nou, misschien is het waar. Als je het leuk vindt, dan moet je gewoon hem lekker hangen blijven. Hoe kom je nu aan 11 miljoen? Dit is de, dat zeg ik, dit is de safe game met abonnees. Dit gebruik ik altijd als ik zo met abonnees ga. Dit is de in-game Goldcrest Valley map. Als ik gasten uitnodig of abonnees uitnodig, doe ik dat in deze safe game, in deze map. Kijk bij hem ook als ik... Ik zal even stoppen. Dan kan ik hem zien. Hier kun je wel zien. Alle velden zijn van ons. We zijn alles aan het zaaien en aan het bemessen. Het is allemaal cheat spul. Maar dat gaat puur om, dan is er actie in de tent. Kom ja? In de tent. Oh nee, ik zal niet zien. Mag wel, doe maar uit. Nee, doe het niet. Kom in de tent. Er staat gewoon nooit op de weg. Nee. Ben je een echte vent? Nee? Nee. Oh. Jullie zijn echt toppers, zegt Klaas Hofstee. Die Klaas Hofstee die mist ook niet een aflevering, hè? Fantastisch. Nee, jongen. Ik zie hem ze erbij, hè? Mm-hmm. Geweldig. Jongens, nu al hartstikke bedankt. We zitten op 7000 en 2 abonnees. Chips. Het is, monstrator. Oh, GPS niet aan. Ik heb even een van die John Deere boeren even naar mij toe. Dan kunnen ze even mij hem helpen met... hier ben je John Deere op de achtergrond. Strandje, zie ik daar. Zie ik nou ineens. Wat is dat, joh? Die Digistar die zit voor 35% vol. Dus dan wordt het ziet dat we met strand aan de gang komen. Ja, we hebben vanmiddag... we hebben vanmiddag letterlijk 2 sleufsilo's volledig in die bierbak duwd. Ja, en helemaal zo bol. Nee! Echt zo. Werkelijk. 750 ton. Zet je erin? Wat is er met die leatherbak, joh? Oh, die zit... Niks. Maar in elk geval... ik trek er eerst een 30 kubu doel. Ja, dat is goud, hè? Wie heeft het leven duurt maar even als ringtoon? Guido Huiskamp, zie ik. En wie nog meer? Dus dan belt er een. Het leven... Hun zijn wel live, maar enorme galm. Oh, ja. Ligt misschien een beetje aan, ze hebben ook een laptop en zo. Dus ze zijn net zo amateuristisch als wij toen ook waren. Dat allemaal gehouden. Ik ook, zegt Remco. Die hebben allemaal die ringtoon. Nee, wist je wat Patrick had als ringtoon? Nou. Patrick Rieder is mijn moderator. Waar is Patrick? Waar is Patrick hier? Patrick! Is Patrick alweer beter? Patrick! Zo ging ik wel 10 deuren, hè? Patrick! Zal ik maar stop? Ja, stop maar in. Hey Guido Koning, waar is toch die mooie YouTube logo kanaal, ja? Wist u wat Guido Koning als YouTube logo kanaal heeft? Nee. De Steyr Terrace Ebenhuis schuur binnenkant afbeelding. Fantastisch. Dat zie ik allemaal gebeuren. Hè? Ik zie het gewoon gebeuren. Mooi, Ebenhuis, zijn jullie al lang bezig, zegt Sieger Mulder. We zijn precies op dit moment 26 minuten en 4 seconden bezig. Ouders worden zo van gek van die bel. Ja. ik ben vol. Ik zit vol.
Is hij vol? John, wie komt eraan? Help, help. Ik wacht mooi, heb ik een muurschild. Je hebt het door, hihi, zegt Guido. Ja, ik zie, ik check dat. Ik och jongen, dat ontgrijpt me niks. Oh ja, Robin de Claire, die zegt, mijn benen doen zeer. Ja, logisch toch? Met zo'n fietsvakantie van dat één dag. Dat ook. Ja, dat, hoi. Hoi, kill. Pak dan ook een met accu of met modderke of iets. Ik ga een boer vrouw kicken, zegt Spochtel. Las de laptop in mijn aanstaan, hè? Een beetje met gluien, ja. Matthijs Slachter is echt gefeliciteerd even met de 7000 abonnees. Dankjewel, jongen. Fantastisch. Kijk, komt Olle Jander. Hé, eh, wat is die Volker dan doen? Ah. Volker is toch hier aan het stronjen? Oh nee, wat is een... Wat bist u? Oh, bist u aan het stronjen? Ik moet bijvullen, zegt Volkert. Ik heb hier verdikke allemaal stront liggen voor die jong. Van voor zo? Ja, ik heb mesk bezin aan mijn rug. Wat is Volkert, hè? Wat is het dan? Ik zie hem niet meer in de map. Ik weet het niet. Steve die vroeg één single shot. Hou eerst, Co. Ja, gouden. Maar. Maar Volker is. Is ik heb ik niet gehoord, zegt hij. Rij even een rondje met de chandeer. Gaan we doen straks even. Als niemand meer kijkt, dan stap ik hem over. Ja, ik heb nu ook dat automatisch robotje in de chat staan zitten. Ja, we moeten even zien hoe dat loopt. Als je, nou ik weet bijvoorbeeld uitroepteken donatie intoetsen, dan komt dat robotje omhoog schieten met de link. Met de link bijvoorbeeld. En als je uitroeptekentje app of zo doen, dan komt, nou Jeroen die, laat wel even, die zegt wel even wat kan en mag. Want Jeroen, die, dat is mijn, mijn hulp bij de chat. Met zulke dingen. Ach zo ja. Ik heb er ook geen verstaan van. Dus ik moet dat de jonge nerds moet dat voor mij doen, sucks. Ik kan alleen een beetje farming doen, eigenlijk. Stom, hè? Ja. Ja, dat is een beetje kwetsend, hè? Als ik dat zo zeg, hè? Dat geeft niks. Oh. Nee, dat is niks. Hey, Wolfman. Oh, de wolf. Ja, wacht. Is de Wolfman er ook? Ik heb een vraag aan de Wolfman. Had hij de chat op de stream alleen goed checkt? Want ik zag gisteren een opmerking... van zet de chat recht onder het zonnetje. Heb ik gedaan. Heb ik veranderd. Hey Wolfman. Goed hè. Oh de commando's werken niet meer. Met, omdat het te druk is in de chat. Zegt Jeroen. Jazeker. Oh. Ja. Heeft het zien. Dat ik die chat mooi netjes onder mijn kor heb zit. Ik zag het. Oh kijk. Ja, die Wolfman die ontglipt hem ook niks natuurlijk. Nee. Onze trouwe supporter. Ja, hij is een grote fan, hè? Ja, waar. Ik moet hem zo nog even vragen, die silo jong hier. Dus ja. Die historie. Ja, nou, dat hebben we expres gedaan, want dan hebben we die tank mooi even aan de hang, ja. Ja, waar. En zo. Ja. Ik heb er al 4% uit, jij het. Nou, mooi die containertje een beetje bezig. Mooi die Jander een beetje bezig. Ik knip gewoon nog even een beetje deur. Gaat mooi. Ik kan de chat een beetje volgen. Hoeveel duimpjes hebben we op dit moment? 251, fantastisch. Helemaal goed. En nou, we gaan lekker door. Sietse Durkstad is echt mooi even zijn koos. Ja! Mooi even Sietse, jongen. Hoe het met Sietse nou, Dan? Weird. Doe ik eerst Sietse Durkstad wel een beetje, ja, Annette? Ja, ik zie hij wel.
En zijn hij die zit bij de knie bij trekker trekker, nee. Ja. Ja, hier. Nou zo. Oh, die vrachtwagen, dat trekt ook voor geen meter op. Nee, jongen, dat komt. Wij zijn een ander spul gewend. Ja. Dat, hè? Grob en de Claire, die is, die geeft in één keer allemaal kusjes. Oeh, wat moet er van denken, Ko? Nou, maar zo bondoe. Ja, zoiets. Als je iets wil weten, zoals de app, dan moet je uitroepteken app, maar gewoon aan elkaar. Dus niet met een spatie, thuis redelijkheid. Probeer dat maar eens. Oh, bij de 300 likes laat hij de resultaten van de poll zien. Ja, de poll is dit keer volgens mij, moet ik een unbox video doen, ja of nee, van het stuurtje als die er straks is. Ik ben helemaal niet van sucks, maar ja. Nou ja, het zou maar hè. Ik ben in moesten, hè. Sorry, was ik weer. Oh, nog in de geest, stop met droom. Ja, nog, nog 2998 abonnees. Hartstikke best, ziet ze durft. Oh, kijk. Een keer hier en al goed, maar. Jammer, jullie zijn gezakt. Oh, waarmee? Examen? Ja, 20 mei. Trek de kniepen. 20 mei. Kijk. Remco Faber zegt, even hey, stel je gaat een keer naar Challeng, neem Ko dan mee. Ah jong, dat kan ik die niet beloven, hè? Want dat wordt hem niet, jong. Dat wordt hem echt nooit. Maar we komen ook alvast wel een keer weer tegen. Moet er in mijn nieuwe ziel komen, ja. Ja. Want door ben wij. Ja. Emus praat Fries. Nou, dan weet ik net, ja, ik ken hem net zo goed, maar ik ken hem wel in Barbarië. In Barbarië, ik. Barbarië. Wat maakt u even wat wanken? Oh, wat zegt ervan? Ja, ik moet hem in trekker hebben verzet. Ik moet hem in rust maken met de vrachtwagen in 3 kwartier. Maar de vraag maar. Ja, je. Ja, correct. Correct nou? Heb je ook een eigen webshop, Emus? Dat is ook in aantocht. Ik pak snel een bak koffie, hoor. Kom maar zo aan. Ja, ja. Yo. De webshop is in aantocht. Er is vanmiddag... Nee, ga ik niet zeggen. Jeroen heeft het maar druk met die nightbot in toestaan. Nou maar robbel met het Fries. Moet je je spel hacken om mods te installeren? Nee hoor, mods kun je altijd installeren. Als je een goed werkende mod in het mods map hebt staan, dan ja, doet hij het. Hoeveel zit je vol, Emus? 81%. Heb ik niet gehoord. Koos ja voor jouw vriend. Oh, dat heb ik nog niet zien. Mooi, Emus, zegt Luca B. Luca B. Ik heb het al een tijdje niet, of wel? Wist er wel eens voor? Ja, ik heb... Ja, zeker. Hé, Muus, ik denk dat ik ook kom naar trekken in die zeil. Nou, helemaal goed, joh. Helemaal goed. Heb je ook stokers, hé, Muus? Stokers? Hoe stokers? Wat bedoel je met jou? Nee, Jeroen, bij de 300 likes... Niet zaken gewoon met de likes, Jeroen. Huppakee. Jullie hebben een klap gehad met een molen, volgens mij. Ik heb mijn... Het is wel een stukje rijden voor mij, ja. Dat is sowieso de afsluit. Oh, stokers bedoel je met stickers? Nee, nog... Nou... straks op de trekker in die zeil, 3 juni aanstaande. 3 juni aanstaande. Gaan wij. Komt er iets van een steentje van Epemus Farming. En dan zal me ook stickers maken. Ga je weg, Chris? Het is dit. Ja?
Chris, mijn jongen, die moet even merk weer op school. En dan moet ook. Oeh! Vol! Nou, doei. Wat er is. Ik ken dat geluid wel. Tikkie, 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 tikkie. Hadden ze. Ik kom eraan. Goed zo, jongen. Dan wachten we door even op. Zet de people even uit. Ben je ook bij de Lambo-bus in Leeuwarden geweest? Nee, dit jaar niet. Nee, of vorig jaar was dat, hè? Volgens mij. Klaas Hofstede die zegt, slaap lekker, Chris. Oh, hij zal voortlopen. Nee, dat was Chris, hè, Guido. Kom je ook een keer in zijn bal met trekken, trek? Ik heb nog nooit één keer gemist, zal ik je vertellen. Hallo, E-Muus, ik ben nieuw. Oh, ik heb even op O druk, maar dat moet ik nou eigenlijk even niet doen. Kijk, dit is Volkert. Volkert is nou met het yonder. Screenshot. Mooi, kijk ook weer sinds 3 weken. Ik vind het helemaal mooi. Succes met je kanaal, zegt Anne de Laar. Nou, fantastisch, bedankt. Bedankt voor je compliment. Oh ja, we doen natuurlijk even de 300 likes complimentrondje. Dat heb ik wel eens zin aan. Hoe jullie tegen ons kanaal aankijken. Is dat niet waar? Ga je wel naar Lambo-beurzen? Ja, ik ga naar Biddinghuizen. Ik ga eigenlijk ook elk jaar naar Biddinghuizen. Waarom gaat hij nou niet aan? Dan doe ik de verkeerde gereedschapsselectie. Eemhuis en Blokje Games fan die zegt: hoi. Goeiedag weer terug. Ja, jongens, gefeliciteerd met mij de zo'n 1000 abonnees. Dankjewel. Rutmer van Zuidem. Zeg weer eens gaas. Nou, Chris loopt nog niet. Komt ie. Ha! Zo, ik heb gezegd. Oeh! Jasper B. doneert 3 euro. Hallo, zegt hij. Bedankt, Jasper B. Hoi voor Jasper B. Fantastisch. Wat heb ik die geluidje nou hard niet? Hoi, Gil. Eén minuut is tijd voor gasten, zeg ik. Net gedaan. Is Patrick Rieder? Ja, ik zal het invroren. Patrick. Hey, Patrick. Patrick, ben jij er nog, jongen? Of ben jij nog zo ziekjes dat je toch heel graag even naar je bedje wil kruipen om uit te zieken van jouw rare, malle weekend? Nee, hij is er nog, ik zie hem. René Schollema zegt, goeiedag, hey, Muus, goeiedag, hey, jong. Dikke hype voor... Leggy. Dikke hype, jongens. Zijn dit Volkert van der Veen en John Lanting van Eemhuisfarming? Van Lantingfarming, ja. Dat is correct. Goed bezig, gaan ze door met farming. Zien we later Co en Eemhuis. Doen we. Wat voor werk doet Co? Die verkoopt keukens bij Brugman. Die Logitech G27 is hetzelfde als de NL-trucker. Ja, maar ik wil graag de... G29, want dat is de opvolger. Kijk, John Lanting. Hè? Wat doet John in de co-shop in Holland? Dat is helemaal van Sijon Deer geloven af. Dennis 1981 die zegt, topkanaal. Ik kijk elke stream sinds september 2016. Fantastisch. Hey, Muus, geef gaas met die combine. Ja, dit is de maximale snelheid. Oh, geen Nengert Venner. Oké. Ja, die wil ik eigenlijk ook. Ik heb wel wat tutorials en wat YouTube filmpjes van zien. En wil ik wel met aan de gang. Ja. En we zitten inmiddels op 41 euro van de 280 dat die ongeveer zal moeten kosten. Dus, dat komt wel. Komt vanzelf. Ik krijg zo nu dan een donatie wat ik hartstikke fantastisch vind. Dus... Dus, alle geduld. Helemaal prima. Helemaal fantastisch. Ko, ik zie die type, maar ik hoor die niet. Hé, hey, Koosja.
Nog 2995 abonnees en dan stoppen met roken. Hè, zegt Lars. Klap, hè? Waar is de Chris? Wat zoek je, Chris? Oh. Wat voor nee? Dat weet ik ook niet. Niet te lang voor gaan zoeken. Want dat. Emus, wil je please gas zeggen? Nou, als je de app downloadt, is het Soundje 3. Ja? Super makkelijk. Jasper de Vos heeft bij John Lanting in de klas gezeten. Goeiedag, hè? Gewoon bekend hier op de farm. Je moet hem opletten wat je net liet zijn. Maar Nick Top, wat bedoel je? Wat voor app, vroeg Reiner Hielkema. Als je een Android hebt, kun je een app downloaden bij Google Play. Dat is een app met een soundboardje wat we gebruiken, die we zo nou naar gaas en weet ik allemaal wel niet. Mooi, hey, Muske, ik ben er ook weer bij, zeg Hielke Pamela, goed zo jongen. Welkom en kom erbij, ga lekker achterover zitten en geniet van deze stream als het lukt. Ken je Roel Heemstra ook wel? Ik ken Roel Heemstra, dat is een kameroot van Corné Dijkstra natuurlijk, hè? Patrick Ridder die vroeg, Wolfman, waarom ben jij zo snel? Wolfman zit er bovenop. We konden het wachtwoord zijn. Ja, dat hindert niks, Nick Top, want de mods, ja, zouden jullie ook moeten hebben. Die hebben alleen nog de Lanting Farmers en ik. Ik wil Emus als leraar hem voor het T-rijbewijs. Ja, joh. Sis Emus, wanneer komt er nou een MF? Ja. Dat weet ik niet, joh. Klopt, Emus. Ik kan er niet in, zegt Guido. Nee, jongens, dit is een extra ingelaste livestream met uitgenodigde gast Lanting Farming. Zo is het. Hey, Coach Jart, wat best? Kou. Als je wilt zaken voor de moet je even nemen. Oh, sorry. Jeetje. Ik heb het schakelaartje om. Ik zit al te proeven. Ach man, ik hoor die totaal niet. Dus is dat te chat met anderen en je laat mij in de steek, Ko. Sorry, lieverd. Ik zit net te verkondigen dat die vierde vrachtwagen tank al met digistaat aan loopt drukken hier. Ja, nou, ik heb er niks van meekregen. Kill. Ik heb er al niks van meekregen. Dus, nee, ik dacht dat ik mijn schakelaartje goed omgezet had. Dus niet. Nee. Pindakaas. Hè? Ko, ja hier. DJ Mike zegt ook al, Ko, wat best. Maar we heiden weer, jongens. Ja hoor. ik doe even mijn bril omhoog, één doekje eronder de deur. Oh, ik ben zo'n mooi moment dan weer, hè? Vriend. Mijn grote vriend, Ko. Hier, ik doe de zwaarder naar mij, ja? Zus me, kijk eens naar links, doe. Boah. Bij de Nieuwe Haaland. Dat is te ver voor. Oh, ik zit vol! Oh, ik tabbel hem, wacht hem, doe. Oh, deze zit ook vol, hè? Nou, ik wacht. Deze Nieuw Haaland zit op een gegeven moment ook vol. Ja. En hier is dan John Deere, die. Is ook vol.
Ja, maar zo moet doen. Er is een staat ze die draakkaars daar haal. Staat ze dan trekken door de... Ah, jongen, de trekker is onder week zo. Oh. Hop, jij bloos. Kijk eens aan. Go is er weer gas erop, zegt Gerry Pekel. Zo is het, hè? Not young, hè, zegt keuzeredelijkheid. Nou, ik moest even een trontje wegpinken, jongens. Hij lag al op halverwege de wijn. Eerlijk woord. Nou, maar zo op echt, hoor. Robin de Kleur, die zegt... Doe eens iets anders, AUB. We zijn bijna kloor, dan klappen we even wat anders. Wij zijn een ding in de poep hier, dan? Ja, ik wil ook wel even helpen in de poep. Ja, dan kist ook wel even vraag gewoon. Volkert zit vol, dus ik ken even deur, maar dan is het ook gebeurd. Nee, ik kom eraan doen. We blijven doen maar even wachten. Mag ik even snel, Lim? Oké, er komt New Holland. Het is ook chat, komt eraan. New Holland, het is ook chat. Doe of die hem rustig hier zo. Ik zei, ik heb gisteren mij versproken in de stream. Nou. Ik heb het gehad over Niels Tijhuis, maar ik bedoel Niels Korthuis. Stom, hè? Dat dacht ik al, ja. Ik hoorde de stream, ik kijk altijd alles terug. En ik denk, verrek, dat heb ik helemaal niet goed gezegd. Nee. Dat dus, dachten wij al. Ja, nou ja. Dus ik denk, ik wil bij deze even zeggen dat het Korthuis is. Oh, zeg nog eens. Kom eens, Rich Akers, daar moet heen brengen. Oh, dat doen we. Wil je het wel ergens heen, hè? Ja, gewoon. Kom eens, Rich Akers. Leonard Zwerver, succes met de stream. Ik ga er van tussen. Ik moet weer vroeg uit. Tour met de autosport, transport. Oké, ik zeg de rust. Leonard Zwerver, groeten. Leonard Zwerver heeft wel een hele mooie YouTube-logo. Echt een beetje zo'n ja, ziet er mooi uit. In het klein zelfs. Robin, ik heb hem niet voor. Ja, Thomas? Ik heb hem nog niet voor. Oh. Niet gevolg gemaakt. En Robin de Kleur, tot de volgende keer, jongen. Trouwe gast. Trouwe vriend, Robin de Kleur. Zal ik Robin de Kleur ook in de app zetten de volgende keer bij de update? Is dat waar? Ik vind het zo'n mooie naam, hè? Robin de Kleur. Net als Pink Panther. Oh nee, dat is anders. Toma. Ja, juist. Ja, doe nee, Muus. Zeker. Ga even in de chandeer. En ik daar, ik zet geen Gerry Pekel in de app toch? Wie zet nog Gerry Pekel in de app? Of klinkt dat ook? Gerry Pekel. Nee, klinkt niet. Hoe breed is die bemester, by the way? 4 meter? Hoi, nooit. De GPS hem aanzetten hier zo even. De... Ja, maar die haakt er wel in, zeg, want ik ken niet zo mijn GPS. Die. Dat wist ik, doe ik eens niet recht in. Dat kan nee, dat klopt. Dat geeft niet, doe. Nee, maar zo, ik, daar ben ik gewoon helemaal eerlijk in. Ja, nee, dat doorom, dat ik zeg van nou. Hè? Emus, ga je nog meer mods maken? Nee. In principe niet. Ik wil eerst weer eens even een tijdje met hem nou... regelmatig wat anders gedaan. De app en al die grappen doen en we hebben een stream west. Ik wil ook nou eerst weer eens even wat met Co opnemen en mooi en mijn knip met plak. En dus eventjes rustig aan, geen mods aanpassen. Eén. Ja? Ja hoor. 286 duimpjes. We doen straks de 300 duimpjes. Goh, Muus, wat is toen een leuk kanaal? Rondje. Wie is die? Nou, dus als we straks 300 duimpjes hebben, dan moeten jullie hem intypen wat je denkt van de Muus Farming YouTube channel. Jullie zijn echt lieve jongens, zegt Diego Vermeij. Nou, hartstikke mooi. Wat is vandoor allemaal door nu? Ik? Ja. We hebben even gewandeld.
Maar verder niet zo heel erg veel. Oh. Ik heb bij mijn voorbereiding west voor vanavond. Hè, de jongens van Lanting even laten joinen en dergelijke. En maar verder. Verder. Valt mee. Oké. We hebben 291 duimpjes, dames en heren. 291 duimpjes. Ik zeg een enter 1055 erin. Ja, ook een goed idee. Ik zeg nou niet go, hè, maar dan krijg ik. No hacks, man. Jouwe. Jan Jaap Bulthuis die vroeg van wanneer komen de dingen met de BTN de Haas logo's? De afspraak is nog niet helemaal rond dat we even met elkaar proberen. En daarna ga ik de filmpjes maken. Maar die komt zeker. Alleen nog ja. Net wat ik zeg. We moeten allemaal even de gelegenheid hebben om elkaar even te spreken. Mooi kanaal, mooiste kanaal ooit, zegt Melvin Huisman. Super man. 300 likes? Ja. Ja? Ja. Hebben we 300 likes? Niet 291. Hebben we 300? Nee, nog steeds niet. Nee hoor. 299. Kom maar zoeken om. Nee, ik smeer het. Hey, maar je hebt een super geweldig kanaal. Kanaal. Ga zo door. Toppers. Frida. Oh, dat is Frida. Pascalo zegt, je bent de beste YouTuber ooit. En dan... Ze zal nog wel drukken bij BTN de Haar. Ja, maar die hebben ook een of andere... Beurs en dergelijke. Emus, we hebben, dan ga je een prachtig kanaal, zegt Ik kom er zo weer aan. Ja, helemaal goed. 318, 320, yes. Nee, in Koos' geval wordt het een Ford. Ja, klopt. Mooi kanaaltje. Ik zeg, ga zo door, zegt Gert-Jan Kamminga. Helemaal goed. Emus, ik heb je app gedownload van de week. Is echt geweldig. Ligt helemaal strak om. Emus, ik zal jullie wat YouTube niks aan. Hartstikke goed. Ga zo door, Emus, ik zal jou. Farming Mike, Nick Top. Top kanaal en nog vele films maken. Hartstikke goed gaan we doen. Een leuk kanaal. Daan de Groot, bedankt jongens. Kippy, een stel toppers bij elkaar. Fantastisch, bedankt. Heeft Ko een kanaal? Ik vind jullie super. Een mooie app. Echt super. Ga zo door. Even muziek als ja. Nou jongens, fantastisch. Helemaal goed. Bedankt. Wacht even, ik wil even zien. Want ik heb er wat first on. Al is er alweer. Oh. Ik zet even iets aan de kaart. Ja, zo. Het is altijd leuk om naar te kijken en ik zit er altijd bij, zegt Guido Koning. Ja, Guido Koning die mist ook nooit een spriet, hè? Nee, echt niet. Nee. Even, Peter, waar kreeg toeveel geld door die donaties? Ja, dat had ik ook nog nooit durven dromen. Drouwen? Nou, dit was gewoon zo. Ik had nooit het idee om die donaties in te stellen. Maar ik kreeg privéberichten op Facebook. En ook in de chat kwam gewoon geregeld voorbij. Emus, ik wil je wat doneren. Nou heb ik het ingesteld. Dus... bij deze heb ik het erheen gezet. Anders had het misschien nog niet eens gebeurd. Peter Zijl die zegt tegenwoordig zo vaak online dat het kanaal hier als bewegend behang aanstaat. Dat is wel serieus voor, of niet? Namen rondje 2 foto's en ik daar 7 foto's. Provincie rondje 0, leeftijd rondje 3 foto's. Woonplaats 6 foto's. Oh, hij is toen een andere straw poll gedaan. De en ik daar rondje. Oké, die heeft de meeste likes gekregen. Oké. Dat had ik niet deur. Vol. Kijk, Volker komt er alweer aan. Die had een lang deur, joh. Ga je een unboxing doen als je de Logitech hebt? Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat eens een keer doe.
Ja, Jeroen die zegt, bij de 400 likes doen we de en ik dan rondje. Die komt het hoogste uit de test. Fantastisch. Nou, fantastisch. Lars de Graaf die zegt, ik heb een poster van uw logo in mijn nieuwe kamer. Nou, cool. Dat is toch fantastisch, of niet? Diego Vermeij die zegt, jullie hebben een leuk kanaal, jongens. Hartstikke goed. Wie is Lanting Farming? Lanting Farming is ook een YouTube-kanaal. Ze hebben ook een Facebook-pagina. Een paar maanden geleden hadden ze al die vlegelfan voor mij gemaakt. En zodoende ben we even tot me gekomen en zegt van, we gaan even een keer met elkaar aan de stream. En dat is vanavond. Ja hoor. Zeker weet. Diego Vermeij die zegt, wil je mijn naam zeggen? Bij deze. Door Chris Vulgeld, door de naam. En ik dan, zegt Sven. Ja, als je een super succesvol YouTube kanaal hebt, dan kan het ook gebeuren, hè? Nou, het laatste streekje en dan wil ik wel even een beetje meedoen met de strand of zo, is dat waar? Ja, dan mag je ook in de poep hebben. Dan gewoon ik wel even een jonder, of niet? Daar zit ik helemaal op. Oh, ja. Oké. Okay. Is het nog in de sloot eruit, of niet? Nee, nog niet. Nee, straks? Kom op. Ja, dit is niet één met veel vermogen. Nee, dat kan. Wij zijn ook. Deze hebben we natuurlijk. Ja, precies. En gewoon verwend. Ja, en we reden altijd 60. Nou, en die jonder die komt. Nou, met pien en muiten op. Vaag! Nee, dan moet straks een tweede vraag op mijn bie. Ja. Met een dikke poeptank en mijn groene. Groene kleur heb ik nog. Gaan we even poeptanken met dan elkaar. Dan gaan we even met die gestaren even laten. Ja, Kosiatten. Gaan we doen, Kosiatten. Kosiatten. Oh, Volker die luistert met. Die hebt dan weer heur, hè? Hier staat Lanting Farming heeft maar 7 kijkers. Zij zijn net begonnen, maar ik heb ook liefst dat zij maar 7 hebben en wij veel meer. Maar kijk, dan kun je morgen allemaal door hem kijken, ja. Doe het toch, hoor. Nee, maar kijk gerust door hem, jongens, hè. We proberen allemaal alleen maar het leukste op YouTube te zetten. Tada! Jawaar. Geen niemand deut, zegt Faaste 83. Ieder zijn gebrek. Ik heb een ongeval gehad, zegt Robert Kessels. Mooi is nou. Wat zeg me dan altijd, nou mos? Op ondoe. Zo eerst. Oh, ik moet hem naar voren houden en dan kijk ik door. Is die draakkaart, zit er nog wat in? Of is het nog niet gekeken? Die bij de New Holland stond. Dat zijn over daar. Ja, precies. Die zet dat 83 vol of zo, 83%. Ja, ik heb de drive control niet aan, dus. En hier de Audi Yonder, ik ken hem nog wel in. Die Yonder. Oh, mooi. Yonder. Moet ik even in de. Oh ja, ik heb een vraag op de chat. Zal ik zo in de John Deere staan en door met bezig of nee? Ja, dat kan wel een doe. Ja, je vroeg ook helemaal in de chat. Als ze zeggen van ja of nee of schuif dat ding in de sloot, dan doen we het aan. Oeh, jongens, ik moet mijn telefoon aan de loader zetten, dan zeg ik maar 5% meer. Kijk, allemaal prut weer. Ja, zeker. Nee, Duits. Ja, nee, ja. Nee, Duits. Ja, nee, Duits. Ja, nee. Ja, nee. Nee hoor, ja. Ja hoor, ja. Nee, vraag gewoon. Nee, ja. Ik doe het wel. Dus. Dit is de Duits van, of nee. De Volkert Agro BV en de, ik zie hier volgens mij hier, de Lanting Farming. John Deere. Gewoon goede trekkers, zeg ik ze ook nog. Nou.
Wist wat is met SG twee keer binnen? Je moet eigenlijk bij de snuur heel instaan. En dan doen we die deur open en dan zit we erin. Nou, huus huum. Eet me eens in de kwalmpaar. de Gomez Rist Akers. Door moet hem brengen. Ik breng dit gewoon naar de Gomez Rist Akers toe. Doe dat maar even. Doe maar even. Dan doe je toch even wat nuttigs nou. Niet leuk. Wel leuk. Ik zet hem even goed in de reclame. Zo. He, eet me wordt wezen, zegt thuis redelijk. Ook niet redelijk. Nee, onredelijk. Nee, pak de staaier, zeggen ze. Ja, haar ook wel weer. Ja, ik heb de emu's staaier niet in de... Ik weet niet wat voor brandstofpomp hier op die zondeer zit, maar dat is verrek groot, nee. Ja. Door hebben het hem, ja... Ja, maar ook... Klep misschien gesteld worden, maar... Ik denk dat ze de luchtfilter en een poetsdoek in zit, maar dan denk dat trekt geen lucht. Toch wel, denk het wel. Denk het echt niet. Mijn vriend's telefoon stond in de klas aan, toen werd hij gebeld en toen was het gaas, 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 gaas. Ik lachte me kapot en ik zit nog op de basisschool, dus je mag je mobiel helemaal niet mee. Laat het er graag. Goeie, jongen. Ja, chatters, vertel eens even een verhaal. Jongens, hebben jullie al eens een keer iets grappigs beleefd met de app? Bijvoorbeeld iemand laat een schrik met gaas of iemand of wat dan ook? Vertel. Ik ben benieuwd nog. Ja, dit is heel saai. Dit duurt hem, jongens. Oh, trouwens, dit is John Deere wel een meedraaiende ventilator. Dat dan weer wel. En nu de slow date, zegt Janet Koop. Nee, wacht even. He, zegt gewoon boer. Na lang wachten, eindelijk een goede trekker, zegt hij. Nou. Hier, Klaas Hofstede zegt, mijn moeder wordt helemaal gek van. Sorry, hé, muus. Mooi daar. Zo is het. Oh, wacht. Ik besloop mijn collega en riep keihard gaas. En toen schrok hij enorm. En toen liet hij alle schoffels vallen en kwam niet meer bij. Ik heb mijn vader wakker gemaakt met het leven duurt maar even door gas te geven. Ja, ik heb iemand laten schrikken met gas. Ging bij de andere een bak koffie over de tafel heen. Kent toch nooit. Ik heb gas op de speakers gezet in de klas bij mens... Hey, wat is dit? Ik ben één keer GPS in jou kwijt, joh. Ja? Geen RTK? Hey. Hij heeft het... Nou, ik denk 80% dat hij het heel goed gedaan. Nee. Ze is net om, ze is net bij een boom misschien. Ik weet niet, joh. Hey, maar zou je ooit nog een eigen map willen ontwerpen? Ja, ik zal hem wel willen ontwerpen, maar ik kan hem niet maken. Ik ben door te... Ik ga... Oh! Sven van der Wal die doneert 3 euro, doet 3 euro en ik dan de helft weer terug. Ja, wat is die YouTube kanaal? Dan moet ik die weer terug. Ja. Ook wat, ja. Sowieso bedankt Sven. Als het me lukt ga ik terug doneren. Waar mag ik met mijn Kuiper heen op dit moment? Nog nergens heen, hè? Oh ja. Moet ik even mijn, ook even mijn tank doen of zo? Ja, doe maar even. Want dit duurt nog wel even. Wat voor hebben we dit eronder hem? Nou, dan doe ik dat wel even met mijn eigen beest, ja? Maar die is te weinig in het spel. Zou maar een jonkje, hè? Of zou we de Optum Wolfman doen? Ja, dat mag ook wel even. Ja, de Wolf, die verdient ook... Ja. Die verdient dat ook. Brede ban. Velgkleur. We doen hem donkergrijs. Ja. Drijfmes tanks doen we die dikke Samsung. Nee, hoe is het? Nee? Samsung. En even een injector door achter. De injector door achter.
net als Nico, gaan wij de injector daarachter plaatsen. Achter de Samsung bemester. Met de tractor achter. Ja, zou ik verder gewoon of stop? Nee, ik stop maar even. Oké. Dikke optum, dacht ik maar even. Patrick en Wilbert, tweede keer in de timer of 600. Oké. We zijn allemaal vies. Gewoon een dikke mooie fitting koop. Ja, ik pak de optum van de Wolfman. Hey Wolfman, zie je dat hem? Hey Wolf. Let op, ik rij hem achteruit met mijn mooie Xenon-verlichting. Fantastisch. Ik kom ook even bij 20, toch? Of ben je ja, nou, doe dat maar even. Oh, ik rij al 72 met lek. Tuurlijk, dus, zegt hij. Heb jij lek? Ja, ik zat in mijn server, ja. Oh ja. Sam Stalman die zegt, Emus en Koshorten zijn bazen. Lampjes aan, please. Ja. Kijk. Lampjes aan. Fantastisch. Kijk toch naar die Xenon. Kijk. Was het maar s'nachts. Xenon all over the place. Super. Allemaal Xenon verlichting. Check deze poep. Schitterend. Hier zo. Oh, prachtig. Ko, kies door de stream ook op dit moment niet. Nee, een helaas niet meer aan doen. Fokker, die had een nieuwe poep op. Moest eens kijken, jongen. Fantastisch, het is een fantastisch beeldscherm, beeldje. Chat, ik zit met muziekdrummers en keihardje. Hoe breed is toen de GPS dan van die 6 meter. Oké. Okay. Kan Lanting Farming niet praten? Nou, dat hebben we expres gedaan, jongens. Als ik met gasten of abonnees mogen met mij meedoen, dan wil ik gewoon de audio aan Co en mij overlaten. Grotendeel van de kijkers en chatters die weten dat en die wilden dat ik ook. Want als ik nu bijvoorbeeld Lanting Farming audio aanzet, dan had ik wel. Dan wil een ander ook. Dus we doen het gewoon niet. De enige extra chatter of audioer is de Blak. Maar ja, dat is ook. Die jongen heeft me overal zo met geholpen. Dus. Vind ik dat is gewoon. Dat lijkt mij meer als logisch. Sorry, waar is door de GPS op staan? Koop. 6 meter. 6 meter 10 heb ik hem op staan. Dat is 6,20 breed. Zet ik de GPS even aan, doe. Oh. Blaaf hem maar even aan, hoor. Waf! Zo, ik heb het. Zo. Hoeveel zat er nog in de vuurbak? 20 ton. 20? 20. Is hem ook een beetje in de vuur trokken doe of niet? Nee zeker. Waar? Ja, die bak een beetje metnomen of niet? Maar dan hoe? Snuurt. Op snuut? Op snuut? Oh, dat niet, ik weet niet in de kon, joh. Op mijn kinderen. Ja? Ja. Sam Stalman, nee, ik heb je mat vandaag nog niet aangezet. Oeh, je moet een beetje opschuwen met de. Och, er is iemand die is niet met de GPS aan het. Nee, ik moest eerst ook in mijn half beginnen. Zo, ik heb gezegd, zeg Lars de Graaf. Waar kan ik die strontank vinden, Emus? Die strontank is van Lanting. Dus die ga ik niet delen. Dat moet of mag Lanting doen. Mooi helpt ermee, Emus. Alleen jammer dat die roetfilter eruit is. Ja, inderdaad. Hij rookt een beetje, hè? Oh, doe best het Jaco. Ja, maar heb jij een andere GPS als mij? Nou, ik heb helemaal aan het schuwen, best, want anders kon ik niet aansluiten. Nee, fok is zo, dat doen we eerst maar geen mest, hè? Oh, ja, nou met erin. We hebben een mooie shot. Je moet net hem andersom, hè, doe. Dat hindert niks. Het is allemaal GPS, ja.
Oh ja, dat is ook zo. Maar nou, misschien is met mijn dubbele luchting niet bemesten aan. Nee, gaat zuiver. Ik heb een GPS aan, niks aan. Dit ben mooi. Oh jongens, hier komt mijn verkeer. Heb jij de GPS aan? Ja, zuiver. Waarom niet goed. Kist er niet bij op kan? Nee, maar doe sneeze mij helemaal af naar rechts. Nee, ik heb hem gewoon recht. Nee. Ik zweer het, hé. Ga doe maar even op een andere kant beginnen. Maar doe Maxmin boon helemaal niet goed. Nee, dat komt. Ik heb aan het verschuiven west. Henry's. Ja. Nee, dat was niet deze boon. Nou, weet ik ook niet. Heb je die mestmat al gezien met die veenhuis 1 en 2 azer? Nee, ja. Wel wat van zien, maar nog niks van... Wow. Je zit al half op mijn GPS-lijn, doe. Nee, ik ben gewoon recht naar het oversteken, zweer ik. Nee, niet. Echt wel. Oh. Is er een beetje poep bij laaien, anders komt dat net door, wist je wel? Nee, ik snap al. Er is een troor. Ja. Is er een beetje inverheid? Lars van der Riesen die zegt, hey, Muus, goeiedag, hey, hoe is je jongen? Hartstikke goed, hè? Het is leeg. Ja, schoon leeg. Ja, ik heb de laatste eruit getrokken, er is dan nog geen één bier. Ah, oh, poepie. Kijk, daar komt Volker aan. Heeft Lanting ook een YouTube-kanaal? Ja, dat is Lanting Farming. Ja, absoluut. Kijk maar even. Kijk dan maar even. Kijk, zei hem... Ze hebben ook deze tank gemaakt. Kijk, mooi die Lanting Farming op het tank. Ja, dat, zo wordt het allemaal een beetje persoonlijker, jongens. Hè? Mooi, hè? Jawa. Pusta. Even lekker strontje nemen, Uus, wat maar even zeggen. Ja, Bulduus. Ja, Bulduus, du bist toch zoon van iemand die bij BT in de Haag waakt. Zo was het, hè? Oh, andere lijn, Emus. Zo. Blokje is op MSC. Oh, My Summer Car. Ja, ik ben geen fan van het My Summer Car spel, nee. Bij mij doet de GPS-mod het nog steeds niet. Nou, snap ik niet. Hij moet gewoon in je mods staan en je moet hem aanvinken en hij doet het. Ik snap niet, oh. Zag ik niet aankomen, John. John Lanting was al aan de overkant begonnen. Nou, maar zo bol. Nee, geen graag. Nou, we zijn hier ook wel zeer goed gemechaniseerd hier met 3 tank. Dat zou ik maar zeggen, doe. Nou, ik heb mijn GPS-lijnen weer versteld, hè? Hey, Muus. Zal ik rijden? Dan kist het dus even Noord. Die rote. Oh, ik brand hem er gewoon in. Oh, doet er. Oh, poep. Hier heb ik hem. Dit is ongeveer... Ja, klopt geen. Kijk of John er ook aankomt aan de overkant. Ja! Ja, dan moesten we alles wel met hem doen. Ja, ik had hem te loor de dingen nog zaken laten. Slitten, slaten. Goed bezig, melk. Huh? Oh, ik had Jan Jaap zien, denk eens niet. Ik ben een geabonneerd, oh. Emus. Zegt melk, gaat me goed, Jan. Kijk, 7. 7. Oh ja? Ja. Mooi. Ik ook, helemaal precies. Is het precies goed? Ja, precies goed. Ja hoor. Wat doe jij nou weer aan deze muziekje? Ik moest even van lijn wisselen. Oh, juist. Dat was John Lanting, waar door al west. Die gullepak moet je downloaden, Emus. Oké. Okay. Oeh, ik had toch weer zo'n lag ding. Oh, dat is zo'n opslaan moment zeker.
denk het, je. Nou, ik doe de eerste stukje wat hem, hè? Ja, doe ik hier achter de kapwagen nog even. Emus die app is geweldig, doe best een topper, zegt Lars van Riesen. Nou, helemaal goed, jongen. Dankjewel, hè. Waarom is er nou de side-tech van het stuur van de Farming zelf? Nou, ik heb van horen zeggen dat het stuurwiel zelf een beetje zo-zo is, maar het paneel wel met die joystick, dat is wel leuk. Maar, nou, het stuur. En ik wil misschien ook wel eens een keer een ander gamepje doen in mijn vrije tijd. Een game zoals rally-achtige games. Vind ik leuk. Peter, wat vind je van de joystick, wat ik zei op Facebook? Ja, wat denk niet? Ik vond nogal wat een knots van de joystick. Ik heb liever ietsje slanker, gewoon een beetje bescheidener, als ik eerlijk ben. Maar hij zal goed werken, ik geloof het direct. Ik doe hier ook even kapwagen, Koop. Koop? Ja? Even kapwagen hier ook even. Ja, ik zit hem bij de vergeester. Oké. Okay. We hebben de dingen voor jijen. Juist. Maar ik even een week gebeuren nou. Maar wezen. Het zal even. Ja, moeten we nog meer doen? Welk stuk nou? Zo. Is er meer te strontjen? Of nooi. Zo, en welke partij ga jij stemmen of wil je dat niet zeggen? Partij voor de Farmers. Ja. Meer online farming, jongens. Meer online farming. Landzaak, maar geen strand. Oké. Emus, kom ze mij melden met Sjovel? Ja, is goed. Wat moet ik doen? Vulden? Vulden. Moet je zien en voor jijen. Oké, ja, dan kan ik minder met de chat doen. Vind je het niet leuk om Euro Truck Simulator te spelen? Je misschien ook wel, hè? Maar moet ik even wennen, denk ik. Want ze rieden eigenlijk maar wat van plekje naar plekje. Dat is wel een leuke omgeving en zo, maar ja. Daar was het dan. Of niet? Ja, we zitten bij gewoon, zoals het nou lijkt, aanstaande dinsdagavond met The Black. Op zijn kanaal. Kom, hè? Ja, hoor. Oeh, ik heb hier geen dubbele lucht op, ja. Nee, oh, maar de kist er maar om de tanken, no. Komt goed, met toetsenbar. Melk. Niet zo vieze woordjes, gewoon met je rare toetsenbord, kan ook. Huh? Gaas erop, zegt Robert Deuts van den Straten. Want ik werk nu met de Xbox controller en eigenlijk, ja, dat werkt ook wel goed. Mocht ik ooit het stuurtje bieden aan hem kook, is toch anders wel eens even met die Xbox controller wat proberen. Even maar stapje 1 bijvoorbeeld. Wat weet je? Of niet? Ja hoor. Ik weet zeker dat. Ik weet zeker dat ze dat wel mooi vindt. Maar even de muur vast toe. Ja, kijk maar even. Tja. Kijk maar even. Sean. Nee, Sean. Jan. Kijk maar even, Sean, Jan. Want ik heb nog een verkeerd tiptoot. Nou, nee. En dan niks. Jongens en meisjes, klik op die duim. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook even, zegt Nightbot. Makkelijk, hè? Dat robotje, die doet dat automatisch. Dat heb ik nou voor het eerst ingesteld. Ja, ik niet. Jeroen, hè? Mijn nerd neef. Mijn neef nerd. Gebruik gewoon transportbandjes. Hebben we ook wel door, hè? Dat hebben we al eens een keer door in onze uploads. Wee, what's up? Oh, zo lekker mooi, no? Ja, en ik heb niet eens dubbele lucht, dus ik heb ze alle vier nodig. Gooi er een Chandeer R-serie in. Nee, Niels Korthuis. Nou zeg ik het goed, hè?
Ja. Die mocht van ons, die 4440 van FS15, die had zo'n fantastisch geluidje. Die wil ik eigenlijk weer hebben. Fantastisch. Hoe oud ben je eigenlijk? Dat heb ik in elke livestream al een keer gezegd. Ik wil het vanavond niet doen. Oh. Maar oud genoeg, hè? Ik mag lorenberen. Ja, hè? Ja. Doe ook? Ik ook wel. Hoe is het met de keukens? Ja, een drak, jongen. Allemaal keukens. Ja? Een keukje draaien en zo. Ja, het gaat goed. De crisis is weer voorbij en mensen beginnen toch weer wat keukens te kopen, hè? Ja, jou hoor. Hartstikke goed, man. Je kan ook met cosplay vullen bij de bio. Alleen is cosplay wel meer voor een single player. En ik speel eigenlijk alleen maar multiplayer. Met Koosja! Ja, oh, ik wil nog wel even zeggen. Lanting Farming is een YouTube kanaal. Die jongens komen ook uit Grun. Die ben serieuzer dan wij. Die beginnen echt ook zonder geld. Nou ja, met dat wat je hem als je start. Ja, wij nemen altijd een startkapitaaltje met, zo is het gewoon. Dus, nou, kijk maar even een keer. Lanting Farming, YouTube kanaal. En je zal ze een gunst doen door ook even een likeje te knallen en een abonneetje te doen. Maar het is ook zo, je moet de filmpjes leuk vinden en ook blim volgen. En dan, dat is het mooiste. Tada! Ja, wat? Dank u wel, Emuus. Ja, nou, ik denk, vertelt hem, ja. Over hoeveel jaar mag je met pensioen? Ik denk, als ik er zo ver aan toe ben, dan is de regering al zo ver van... totdat je er weer neervalt. Geen pensioen voor Emuus. Nee. Ik ben net van school af, dus ik moet nog Jor en Inol. Die Nightbot komt wel erg vaak. Ja, is dat zo? Dan mag het wel minder, Jeroen. Hè? Hoeft niet zo vreselijk. Maar de Nightbot doet meerdere linkjes. Zoals een Facebook-linkje. Of een druk hem op een duimpje. Dat is gewoon even om iedereen even wakker te halen. Tada! Hey, Emu's download. Jouw, hè? Oh, sorry. Ik had niet gedacht dat ze nog kwam met jou. Hè. Maar hij was er weer. Jouwe. Kijk, alweer. Oh, wat gebeurt er? Batjo. Ik had even een lekker momentje. No. Soms dan heb je even zo'n save game. Zo'n automatisch save momentje. Dan, dat zal ik nou wel weten. Ja. Wow. Zeg eens wat. Wat? Ja, want alsof je ook even uitviel. Ik gewoon even... het is... Ja, het is wat, jong? Nee. Oh, ik weet niet. Even me. Ja, dan giet er mooi. Ja, maar ik hoorde hij ook even schrikken. Nou, na. Oké dan. Wippy Wappy die vroeg: hoe heb jij 11 miljoen? Dat komt. Dit is de save game voor abonnees. Dus hier cheat ik geld op. Hier nodig ik mensen en abonnees uit die eens een keer mee mogen doen tijdens een livestream. Op zich wel leuk natuurlijk, want dan komen we ook eens een keer weer terug op deze Goldcrest map, waar wij nog vrij lang op draaien, hem komen niet. Ja, jawel, bij gebrek en beter. Ja, uiteindelijk, maar was wel een mooi map. Is ook een mooi map. Toch? Ja dan. Jawel. Sorry, ik moet even een hoesje doen. Oh, ik ga morgen een vriend pranken met je app, Emuus. Helemaal goed, hè? Kikkers, Emuus, van harte met je 7000 abonnees. Verdiend, zegt onvoorstelbaar. Audiobreak. Oh, ik moet even een kriebelhoesje. Ik heel... Zo, ben ik weer. Oh. Heeft niks, hè?
Dus dan kijk ik hem verder aan de ziel wel alweer volgens de muziek. Ja, dan moet het type misschien ook een tikkie halen. Ja, wacht maar even doen. Oh, 76%. Guido Koning die zegt, nee, nou maar zo bon doen. Nou moet Guido even op bon doen. Guido is een vriend, hè? Ja. Ja. Thijs Thiehuis die zegt, hoe cheat je dat geld? Is niet zo moeilijk. Je kan in de save game, die zie je onder documenten My Games Farming Simulator 2017, save games. Die ga je even openen. Kijk, er komt Volker aangebruist. Die ga je even openen. Dan zie je een career save game filetje. Die open je bijvoorbeeld met een kladblok. Dan zoek je het woordje money op. Daarachter staat een getalletje. Dit getalletje verander je in een ander getalletje. Dan ga je dit opslaan en je start de game en je zult versteld staan van wat het getalletje in één keer is. Kom hè? Hey Muus, ik ben aan het zuiden gewoon, hè? Ja, is goed. Ik ben in met de John Deere. Oké, helemaal goed. Chondeer in de polder, gereedschapskist op de zolder. Oké. Van de zolder? Ja. Op de bijrijderstoel zal ik zeggen, maar... Oh, night. Jouwa. Oh, lekkie momentje. Af toen lekkie momentje? Ja. Wist wat Sam Carsten zegt? Dan hield dit je niet gebeurd. Nee. Ha! Zo, iedereen weer wakker. Ja, zo is dat. Hoeveel likes zijn we, jongen? Druk jullie allemaal op het duim als je hem ook binnenkomt en dit leuk vindt. 359 duimpjes, dames en heren. Ja hoor. Zal een 400 duimpjes en ik dan een rondje doen? Maar dat was in de poll... we doen even de 400 duimpjes en ik dan een rondje. Dus, dan zeg ik... Lanting Farming en Amy's Consort zijn mijn beste vrienden. En dan zegt de chat... En ik dan. Is allemaal grote vrienden. Oeh, Patrick, zijn jouw ouders naar André Dokter? Patrick. Ja, Wouder, stoute Wouder en Janine zijn bij André Dokter eten. Lekker. Een vriendin met aandacht tekort door livestream. Even zeg er eens wat van. Huh? Dit mis ik even. Dan kreeg iemand... Die vriendin die zoekt nou aandacht. Terwijl hij een... Oh, dat is joh. Dat is. Och ja. Nou, zet maar een buurt de deur. Ik kan ze maar afkomen. Laat mee. Nee, het is nog geen en ik dan, Tito. Al is toch 400 dumpjes? Nee, dat. Nee, nog niet. 384. Jeroen Eepmuus die zegt wel van wanneer 400 dumpjes in de chat. En dan, gewoon, en dan, ze, dan is het en ik dan rondje, jongens. Het is nog geen 400 duimpjes. Iedereen zegt al en ik dan, Ko. Nou, maar zo wel doen. Ja, zeker ook al. Zo, de hond is weer leeg en we zijn er weer bij, zegt DJ Mike. Dus hij mee met hondje loopt. Zit, is het hondje weer op school, op school bij Frida, DJ Mike? Michiel? Ja, ik heb nog een idee, jongens. Zal ik zeggen? Nou. Nou. Ik kreeg wel eens een keer een selfie van jongens die... onze livestream bekijken. En ook van DJ Mike kreeg ik zelfs een filmpje. Over dat ze aan het stream kijken ben. Ik wil wel eens... sturen ze een selfie op. Dat jullie aan de stream aan het kijken ben. Misschien met een glas bier op het tafel. Of met een stel voeten op het tafel. En anders met je kop erbij op de... En dan als achtergrond de stream.
En die foto, die download ik allemaal en die zet ik in een fotoalbum op Facebook. En dan wil ik wel eens door één uur kiezen en door eens, en aan diegene die de leukste selfie heeft, die kreeg wat van mij. Ik weet nog niet wat, maar ik heb het vanmiddag net bedacht. Is dat geinig? Ja hoor. Dus maak even een selfie van nou, hoe je erbij zit bij, tijdens de livestream. Met een glaas bier. Of in ieder geval ook met de livestream op de achtergrond. En dan gaan we dat eens even. Ik zal het ook even op Facebook zetten. Dat laat ik wel even een tietje aan de gang. En dan, dat duurt wel even. Dus daar doen we wel even een paar livestreams over. Zodat iedereen even de kans krijgt om dat te doen. En dan zal ik even een leuk fotoalbumpje maken van iedereen die kijkt tijdens de livestreams. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe mensen erbij zitten. Vind ik wel geinig. Helemaal goed, zegt Joran de Koe. Nou. Kijk, ik kijk de livestream met Groningen Wars, zegt Matthijs Games. Oh, dan mag je er ook wel filmpjes bij zetten van ons, zegt DJ Mike. Nou, ik, geinig idee, of niet? Waar moet je hem heen sturen? Naar mijn privé berichten op Facebook. Anders wil het niet. Ik doe maar niet via de mail of zo, want dat wordt me te druk. Je moet het wel via privébericht op Facebook. Dan heb ik een beetje overzicht van. Ja. Klopt. Nou, Koos, zeg doe even maar. Ik wil even een slokje cola. Nou, pak doe even een slokje cola. Ik ga even de mescontainer verzetten, maar die staat hier in het pad. Oké. Dus dat was nou goud, hè? Nee, dat klopt, hè? Dus dan pak ik de wolf, de Kees Wolf en voor. Ja, is goed, hè? Ja, ik moet er direct in mijn bijt hebben, maar ik heb te veel proorden, verneem ik gewoon. Ja, hè? Ja, klopt, hè? Hoera. Nee. Nee joh. Ben jij nog aan het combineren of zo? Emuze. Waar ben die jongens van Lanting nou dan? Ja, dat is een goede vraag. Die wilden me even in beeld hebben. Waar ben je? Ja, dan? John. Is hier. Lanting Farming John, die is ergens bij 22, 23 iets aan het doen. Door Jarien. Jarien ook nog. En Volker is bij de winkel aan het shop. Oh nee, die is... Oh, die nou hier. Ja, nou, ik doe hem een paar bakjes. Hé, hey, Moes, hoe kan je die wielen verzetten van die jarrenbak? Dat weet ik niet. Dat is wat het zegt. Ko is meer aan het werk dan Ebenmuus, zegt DJ Mike. Dat is niet leuk. Nou, zo is dat niet, hè. Ja, maar wist wat ik allemaal doe, hoor? Ik ben niet heel, dat is gewoon uit gewoon gelijk. Oké, zeg ik niks meer tegen de chat. Wel zit er in mijn Nieuw-Holland. Ik hou me heel stil. Ja, jongen, die jongens die pensioneerd werd en dan zitten ze in Holland en ze weten niet wat ze overkomt. Nee, hè? Dat denk ik. Ja. Is het al de en ik dan, Tiet? Oh nee, nog niet, bijna. Er zijn bijna 400 duimpjes aan, meneer. Ik ga weer hopen dat ik morgen weer beter ben. Maak er nog een leuke livestream van. Patrick, groet Patrick, jongen. Patrick, jongen. Groet naar mijn aan die pa en moe, zus en broertje. Nog één like. 400 likes. Nou, we doen er en ik dan rondje, dus ik ga nog even kloven staan. Edwin Blok. En ik dan even live. Oh ja, ik zeg Lanting Farming en Koosje met mijn beste vriend. En ik dan, zegt Gerben en Farming Mike en Giel en Jo en de Jasti Band. Jasti Band. Sven Alsemgeest en Timo, allemaal grote vrienden. En Michel Jan is grote. Oh, en ik dan nog even snel, zegt Patrick Riede. Is ook grote vriend. Janja Bulduus is grote vriend. Gerben en Geert en Nick en Jordi en Farming en Jorrit en Dennis en Marco en Gerry en Wieger en... Hoi. Kil en Stef en Lars en Geert en Roel en Rowan en Dennis en Jan-Jaap en Julian en Melvin en Ghost Rider. Allemaal grote vrienden. En Gerry Pekel en Jelle en Lemme en Samantha en Roel en Gerben en Marcel en Lars en Robin en Sven. En ik ga ze allemaal zeggen. En nog een keer de Jost die ben. En Rick, Gaas en Jan-Willem en Anneke en Jet en Jan-Jaap en Marcel en Gerry en Julian en
En Lars de Graaf en Benjamin van der Graaf en Saïd Gijsberg en Jeroen van der Heijden en de Wolfman. Ik heb gewoon vrienden, zeg maar. Jelle en allemaal hartstikke grote vriend. Dat was op doen. En Frida Lichtenmoed, die doet er zelfs nog een tuutje bij. Tuutje terug. Fantastisch. En Benjamin ook nog. En Gerben en Michel en Videodrapper en Skippy en Sven en Nick en Niels en Polix. Die zegt, ik kom in Friesland. Oké. Okay. En Guido, Guido hoeft het niet te zeggen, maar dat weten we wel, hè. Dat is een hartstikke groot vriend. Nick de Jonge, ik toch ook. Jazeker. Nou, jongens. We hebben het allemaal gezegd. Dan had je. Jawa. Hoi, Kiel. 408 duimpjes omhoog, dames en heren. Wat gaan we doen? Boven steeds toe op de wagen koken. Ik denk dat ik een heel groot probleem heb bij Muus. Waar dan? Nou, ik denk dat wordt die tank blij, maar voor mij ligt er een duip. Mais, nee. Ja, ja, dat gele stipje door. Ken ik doorheen? Ja. Voor mij is mijn tank in duip geleden. Is toen die ontkoppeld, hè? Ja, hier ligt waar. Hoe is toen dat om Aza? Ja, ik had hem afkoppeld, maar die wal loopt scheef af. En... Waarom dus dit, Rekko? Oh, mijn jong. Hoi, Kiln. Kijk, Volker die zegt, de T7 is mooi, Ko. Top. dit drama hier. Tanky, en dit is ook één grote milieudelict, want die tank was niet schoon moest rekenen. Zat nog vol stroom. Ja. Dat denk ik wel, hè? Wat best een team. Oh, het loopt scheef af hier. Nou, ik zal zeggen, geniet ervan. Ik. Koos ja. Zeg maar. Ik rap hem er wel in mijn roet. Dat wil niet. Als toen in die sloot zit, dan ben je te trekken weer. Dat weet ik wel, vriend. Nou, probeer het dan. Zal ik eens even proberen? Ja, riem. De wolf, Kees. Met de wolf, man. De Kees, wolf, man. Ach, ja. Oh, kijk, die blijft dan... Die blijft er met een stoorn, hè? Blast een beetje, nou. Probeer het. Ik leg hem er. Ik heb er gewoon op liggen, joh. Straks de Kees erbij. Ja, dat ken ik, joh. Luister nou even naar Sean. En nou, wat wil ze nou steeds dan? Die Kees ook een lot verzoek. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk, Koop. Nee, jong. Ik ga hem even verzetten, nemen, zeg maar. Ik zal niet verzetten, ik zal hem resetten. Nou, ook goed, hè. Wat gaan we nog even doen, jongens? Zeg het hem. Hierzo. Daar. Wat is deze? Ja? Wie is Lanting Farming? Jongens, Lanting Farming is ook een YouTube-kanaal. Stel Grunningers. Die jongen, Sean, die heeft mij vroeger wel eens, of nee vroeger, een paar maanden terug wel eens geholpen met wat adstrips en trekkers aanpassen, die Vlegelvent. Toevallig zit hij nu niet in de server, maar heb ik hem beloofd omdat hij mee mag doen. Maar dit is eenmalig, jongens, en niet iedereen denkt van ik mag mod verdijen, dus ik mag meedoen. Zo waakt het niet. Daar wil ik er wel in bij zijn. Oh, wat is dit een giertank? Drama, nee. Sean, hey, Sean, keep me there. Ja, hè? Ja, hier, drama, nee. Is er uit water of nee? Drama, nee. Sean had ook een groen overal aan, ook niet bij. Is er uit water? Ja! En de bemester ook? Ja. Nee! Ik zie door nog waar. Is dit nou voort? Nee. Oh, dan is een ander die zullen de meeste onder is. Oh, Michael. Die. Waar zie ik dit stipje nou daar? Ja, bij mij. Ja? Ben je hem kwijt? Nee, ik zie hem nog steeds. Heel vaagjes. Hij zag steeds verder voor. Een stuk ijzer is nou toch al verrukt. Ja, laat me liggen.
Al die schiefjes in vol. Nee, dit is dingen zijn. Deze. Wat is mijn tank, zegt John. Er ben ook vier van. Ja, dit is hem. Nou is er voor. Nou, ja. Ja? Ja. Mooi. Dat was de laatste zeker. Ja, Emus die zonder water dook, ja. Hoi, killed. Doe die lamp maar eens even aankomen, laat hem zien. Kijk, machtig met die Xenon. Echt mooi. Wolfman. Topper. Emus, ik ga om 9:50 weg. Morgen weer vroeg op. Helemaal goed, Jeroen. Bedankt voor alle hulp voor de Nightbot en dergelijke. Hè. We moeten even zien hoe dat nou... hoe het nou is en dergelijke. Maar is Wolfman tevreden met een Nightbot? Maar daar ben ik wel even benieuwd naar. Wat zal we nog even doen, jongens, met elkaar? Wat is nog even leuk? We zijn kennelijk met een album stronje, ja. Wat we daar doen. Hoe ben die andere jongens blijven? Oh, John is zijn tank ook aan het verbonden, denk ik. Ja, ik wacht even totdat de landingfarmers nog even zeggen van wat we nog even met een kander gaan doen. Is misschien wel even, ja zeg maar, ik weet niet. Wat is er aan te doen? Nummertje 1 is ook alweer klaar om te oogsten en door zit Gerstien. Kunnen we nog wel even combinen misschien? Of 28, 29, 30 is tarwe, kunnen we ook combinen? En, ja, combine en persen en die pakken en holen met een kamer. Oh, ja, ik pak een pers. Ik pak paars. We doen combinen, persen en halen met elkaar in de picture. Ik laat nog even chanderen als laatste zien in de beeldscherm. Oh, wacht even, wat zegt de Roemer? Ik ben nog wel wat verbeterpuntjes, zegt de Wolfman. Oké. Nou, hinder niks. Persen, wat is het paaske? Ja, Bulthuis, tot hoe laat ga je door? Nou, we willen nog even persen en combinen en toestaan. Zal ik hem combinen? Ja. Wat is een motlinkje van de John Deere? Die John Deere, deze, die is van de Lanting Farming. Dus als je hem wil hem, dan zal zij hem wel willen delen. Timo die zegt, even bedankt tot de volgende stream. Ik moet er vandoor en nog veel gas deze stream. Vlam, vlam, vlam. Helemaal goed, joh. Nou, ik koop een combine, ja? Ik weet niet wat. Je hebt een combine, hè? Ja, maar met een. Ja, deze. Oh, die breng ik wel in thuis. Moet even aan mijn bekje vullen en aan mijn huis geven, nooit, hè? Inklaar. Oh, John, die miste Joskin-wagens, ja. Welke persoon wogen we hier? 27, 28, 29. Okay. Ja, die Joskin wogens doen het niet. Moet even die endgame, die stoppel ding, die stekkers. Die stekker. Oh ja, die stekker. Ja. Ik in ieder geval begon te pazen. Hier liggen nog hier zo. Hey, Jeroen, wacht even. Jeroen, even richting de Wolfman. Dat moet niet op de chat, hè. Ik geef de Wolfman wel even de zeggenschap. Ik probeer wel even met de Wolfman op TS later. Komt helemaal goed. Ik vind dat de Wolfman een perfecte moderator is. Dat zeg ik hem hier in harde op, maar dat is ook zo. Kom, hè? Nee, dat meen ik hem serieus. Ja, is zo. Die jongen is heel correct. Ja. Ik vind alles best, maar ik wil geen reclame of wat dan ook. Geen reclame, geen geschel, geen geziekte, geen gedoe. Nee, en geen gevloek, want daar heb ik een hele gruwelijke hekel aan. Nee, daar holden we niet van. Wij holden, er is jeugd die kijkt, er is oudere mensen die kijken en wij houden het netjes, jongens. En de Wolfman is daar goed mee bezig. Patrick ook. Tuurlijk. Maar Wolfman is supersnel. Ik zie het in de chat gewoon.
Dat is net die wolf, die biedt zich er gewoon in vast. Ja, dat is echt niet normaal. En dat moet ook. En dat meen ik serieus. Zo, ik heb gezegd. Zo is het wel. Ja, zo ik heb gezegd, zegt Jan Ja Bulduus. Dat wordt maar hem zeggen. Ben ik mee eens, zegt DJ Mike. Nou, kijk aan. Is goed, Wolfman. Doen we later wel even. We zien wel even, Jan. Dat doen we na het stream. Ik ga niks regelen en afspreken. Dat doen we later. Ja. Als ik aan een stream ben, kijk ik niet eens op een telefoon. Ik kijk nergens op. Ik kijk op een stream. En daarom vind ik mooi dat Jeroen en de Wolf en Patrick mij willen helpen om alles een beetje clean en netjes te houden. Vind ik. Die John Deere, wel mooi donker geluidje als hij mij voorbij reed. Ja? Ja. Oh, je bent ook al aan het persen, zie ik. Ja, wie klapt die babbel in het pakje om de... Ja, maar houd, ja. Je moet nooit te lang op slaanlijk doen. Nee, want dan krijg je een beetje van die klamme toestand. Schimmel in een paar kinderen. Ja, dat is niks meer. Amy is mooi, ik ga slopen. Helemaal goed, Wesley. Andere keer weer. Kijk morgen het einde maar even terug. We zien wel even Wolf en Jeroen. En Patrick ook, hè? Patrick doet ook goed zijn best. Die is... Patrick, hè? Dat is een jonge kerel en die moet straks nog een beetje aanleren, maar... ja. Komt helemaal goed. Vind ik mooi dat je met elkaar dit een beetje kan opturen. Zeker weet. Ja. Hey, Muus, wanneer komt er een video online van het opvoeren? Zodra ik de BTN de Haas heb gesproken, want die ga ik spreken over iets leuks... Daarna komt een tutorial video over adstrips deel 2, het opvoeren van tractoren en eventueel geluiden aanpassen van tractoren. Moet ik die door nog bij met wel? Met het, dat mag. Dat mag. Dat we dan even een samen gesprekje hebben tijdens een opname. Ja, is prima. Wat ligt hier op het laadverbult? Nou, daar is het soort. En klaar. Ik klaar, u klaar. Hoe lang ga je door? Nou, we gaan nog even dit doen. En dan klaar we hem in de braan en dan steek ik hem. Nee. Oh. Een pakverdwieling, verdakken. Verdakkie dakkie. Hé, bakkie. Oh, ja, Imus. Zeg maar een loop en doe. Ja, wacht. Ik moet even een GPS-lintje even instellen. Even een GPS-lintje halen. Ik moet mijn gapje hebben, snel, oké? Okay. Hoeveel van die 20% en heb je die kwijfels in? Kijk. Ik blaas er even mijn zwaard achter, ja? Kijk, nou. Behouden. John heeft zijn dikke nieuwe aan die hier bij de winkel heeft meegezet. Oké. Emus, Jeroen Emus, de groeten jongen, bedankt voor je hulp vanmiddag. Helemaal goed. Toppertje. Jeroen wordt bijna 16, hij heeft een feestje en ik kan helaas daar niet bij zijn. Waarom nou? Een vriend van me heeft iets anders bijzonders. Ja, dat ga ik nou niet zeggen, maar... ja, dat gaat voor, dat is eenmalig. Maar anders was ik bij Jeroen zijn feestje geweest. Maar ja, helaas. Guido Koning. Ik wil nog iets maken voor jullie, maar ik weet nog niet. Weet jij iets? Kist die bureau van Koos Jartmalien aan het hemmen? Ik heb veel te smalle bek toch? 12.2? Nee joh. 13.7 is dat toch? Oh. Ja, voor mij wel. Zo moet hij. Ik laat hem hier in staan, dan vergeet ik weer een skandaaltje straks. Geen probleem, ik vind het leuk om te doen. Hartstikke mooi, Jeroen. Superleuk, superleuk. Zulke jongens als die, dan mag ik graag hopen, want dan kan ik een beetje wat uit handen geven.
Tadaa! Jawa! Ik weet het ook allemaal niet. Ik ben ook geen, geen computerman, wat dat betreft. Ik mag wel groot een beetje over hardware houden en zo, maar... Aans, nooi. Nee. Nou ja. De woonplaatsrondje heeft gewonnen voor de volgende rondje. En wat voor rondje wordt dat? Bij welke hoeveel 417 hem op dit moment. Zullen we 450 nog even aan, hè? Ja. Zullen we de 450 rondje doen, woonplaats? En zet dan wel even iets van de provincie of zo er even achter. Want, want dan ja, weet ik ongeveer waar je hem wegkomt met Galen. Ik moet zeggen, gas. Dat is sound nummer 3 op de app. 450 likes woonplaats rondje doen. Goeie streams, kerel. En keep calm en gas, zegt Tom Spaan. Dat ik maar heb. Later, Jeroen. Groetjes. Koen Kool die zegt, stel beunhozen bij hem. Nou, ook niet leuk. Ja, is niet leuk, hè? Zit hem in de persco? Achter mij? Nee. Koo die zijn pakjes hem gaat slaan of aan het squarren. Oh ja, Volker zit achter mij. Is ook zo. Ik zucht. Emus, ken je Combi Drain in Assen? Dat ja. Ja, die ken ik. Ik ook. Willem P. Vindt Combi Drain het leuk om, om hier te draineren door middel van sponsors, of niet? Ik ben gek op sponsors, hè? Ik doe alles voor de regenwars en cola, hè? Tada! Ik ken Willem P. wel goed. Ja, kist u Willem P. wel? Ja, heel goed. Oké. Dat is ook vreemd. Hier, Lanting Farming, Volker komt in beeld met de Optum en de New Holland Pers. Ja, hoe kist u die jongens dan? Nou, die ken ik via de keuken. Ja, een keer een beurs in Assen doe, ken ik wel hem dan wel van. Oké, ja, met die krubruimtes, die moeten wel draineerd worden, wil zeggen. Ja. Mm-hmm. Maar ik ging vocht achter de keuken hem. Hey, Muus, ik was vandaag nog in Blijham. Dat is precies een andere kant waar ik woon, maar ik kom door wel eens, inderdaad. Mm. Koen Voortman die zegt, wat is de mooiste trekker waar je aan hebt gesleuteld? Ik heb wel eens een keer aan een Optum mogen werken. Ja. Ja, en dat vind ik serieus toch wel een mooi trekker, jongens. Hey, Muus, wat vind je zo mooi in de terras? De snuit. Ja, dat was het. Emus, wanneer ben je jarig en mag ik op je kinderfeestje komen? Zegt Edwin Blok. Dat kan. Januari. Net west. Net. Oh, best wel weer oorsthalverwege. Oh ja. Gert Roodsaan die zegt: morgen, Emus. Eerste keer dat ik je livestream zie. Met een dikke spierbal. Nou, hoe is het? En hoe is het een beetje leuk? Waarom wilde Nenny dan wel. Oh, verkeerde knap. Hoe bevalt die. Gert Roodsand. Helemaal goed. Mijn opa was baas van Fleurke Drainage. En dat, ja. En dat is overgenomen door Noordhoek. Willem. Noordhoek, ja. Toch vreemd. Hij zit in de keukens en hij weet ze eigenlijk allemaal wel. Een beetje vreemd. Ja, dat wel, hè. Pan, hè? En maar ik, jongen, je komt overal, hè. Dan heen je daar. Iedereen die de keuken heeft, zeg maar, dan kom ik wel over de vloer. Ja, letterlijk. Ja. Over de keukenvloer. Over de keukenvloer. Hey, Muus, ik kreeg net te horen dat mijn meester ziek is, dus ik mag die kijken. Oh, je mag even wat langer blijven zitten. Fantastisch. Doe een Fiat mod, want die zijn echt cool. Download them, please. Is wel een leuke tip. Maar ik vind. Ik wil een 180-90 erin. Ja, maar dan ook echt zo'n brul op. Met die echte ja, geluid. Ja, juist. Moet echt dat geluid in zitten. Anders. Anders heb je hem nooit. Nee. Dat er niet die endgame. Weet ik veel waar de geluid uit komt. Dat vind ik niks. Hey, MJ Pleasure, die is er ook. MJ Pleasure? Oh, is back in town. MJ Pleasure is back. Hey, MJ Pleasure, heb jij nog steeds die t-shirt?
Die heb ik. Ik heb ooit. Ik zit vol. Horst. Nee, Horst. Ja, nu. Kijk, Volker heeft het gelijk deur. Komt er weer aan met zijn jander. Ik ga volgen wat de deur. Dan ga ik onder de piep staan. Ja, hij stuurde, maar hij gaat eronder staan en hij pakt de jas in en ik ben bijna aan het lessen en hij is nu bezig. MJ Plezier zegt zekers. Kijk, hij heeft nog steeds mijn mooie t-shirt. Die had hij een keer gewonnen met een giveaway. Dat was de 3000. Oh ja. Dat was de 1000. Oh. MJ Plezier, vertel even, was dat de 1000 abonnees giveaway of de 2000? Goh. Dat was in die tijd dat echt heel rap ging, hè? Ja. Was dat nog? En ik weet niet eens meer wanneer dat was. En je plezier, vertel dat eens, Emiel. Ik weet het dan niet eens meer, stom, ja. Voor mij was het 3000 doel. Nee, en je plezier is echt 1000. Oh! Oh, de keten klaar. Och, alle pak me omdonderd. Nou, dat is ook niet erg. We pakken de volgende keer gewoon de Joske en... Ballenbond. Ja, die neemt Ballen straks over. Kanonnen. Hij gleed net een tikje deur. Ja, geen probleem. En ik zei net wat en nou ja... Ko, wat doe je? Zegt ze al. Oh, snorri. Ik ga even kijken. GamePro Nick, nog gefeliciteerd met de 7 abonnees. Terecht, verdien maar. Ik ga nu slapen. Morgen school. Jongen, GamePro Nick. Altijd leuk dat je er bent. Je bent er ook altijd. Dus dat is het leuke eraan. Fantastisch. Tot de volgende keer. Hey, muziek. Ik heb net Boezoek Vrouw gekeken. Ik kijk nu naar jou. Maar gefeliciteerd met de 7K. Dankjewel, jongens. Ik vind het wel weer knap. Want gisteren waren we... Zat me op de 69,30 of zo. En het is nu gewoon al 7000. Ik vind het fantastisch. Hey, 1009 Kathleen. Ik ben servicemonteur in de tractoren en GPS-systemen en materialen en andere dingen. Alles wat onderweg voorbij komt, moet ik fixen. Mag ik een dumper voor je maken? Je mag altijd iets voor me maken. Net wat ik zeg. Coach, ja, zou niet de gas geven. Je mag gerust iets voor me maken, maar dat zeg ik ook. Je mag het voor me doen. Ik vraag het je niet. Als ik het niet gebruik in mijn uploads of wat dan ook, dan so be it. Maar een screenshot even sturen naar mijn privépagina en dan kunnen we altijd even zien wat we dan maar kennen. Kom hè? Ja hoor. Code Beunhaas. Hé hey, joh, die even stil doen. Ja, dat komt door Lies die pak dan en de hele ja, chat. Ja, sorry, hele... nou kan ik daar wat aan doen? Ja, de chat is overstuur. Nee. Ja, die ziet daar als een vreselijke man. Nou, dat moet niet raden worden, zei hij. Ach nee joh. Een vleegel. Ik ga omdraaien, want dan zie ik de jongens van Lanting Farming ook even in het beeldscherm. Maar zie je wel jongens, als ik samen met abonnees ga, wil ik niet dat men al door mijn beeld heen krast. En dit is juist zo mooi. Lanting Farming heeft mij gejoind en we zijn gewoon ons ding aan het doen. Zie je hem daar? Fantastisch toch? Altijd Thomas, zullen we even een keer afspreken? Wat doen? Als je een berichtje hebt voor mij, stuur een privébericht in mijn Facebook-page. Ik heb geen Facebook, kan het misschien via een vriend. Dat kan gerust, maar privéberichten zijn voor Facebook, dan mag dat. En zo moet het even, ja, zo vind ik ook. Kijk, Sean komt hier even in beeld. Kijk, nou is Sean er net, die was net ook even meer in beeld. En zo is Koosjaar er even in beeld. En zo is die Volker even in beeld. En zo gaat het mooi. Ja,
Oeh, dat ging net goed. Ja? Ja. Zeker. Nog 10 duimpjes, jongens. En dan gaan we de 450 duimpjes woonplaats doen. Tik even op de duim, jongens. Tik even op de... En nog steeds 206 kijkers, hè? Kijkers en de rest onderaan. Wat moet ik zien? Who's that boy? Wat moet ik zien, joh? Lars Blakkie is online. Oh, ik heb er niet op bezet staan. Niet storen, heb ik gezegd. Altijd Thomas zegt, hey Muus, je bent mijn allergrootste vriend. Nou, helemaal goed, hè? Wist wat Dennis Besseling zegt? Nou, wat zei hij dan? Blaaf hem erin. Dat zei Lanting ook tegen mij. We hadden van de voornemen gesprek op Teamspeak. Hij zei dat gas geven en zo, dat is zo aanstekelijk. Kijk, en dat is natuurlijk wel de kracht van zo'n appje en zo. Hè. Dan, ja, dat is natuurlijk wel geinig. De Blak die zegt dit even tegen Emus. Wat? Ja, weet ik niet. Nee, we zitten nou even met Lanting Farming. Laten we hem zo, toch? Ja. Wat ik moet hem een colaatje op doen. Wat moet ik... Of heeft er ook een app mee? Nee. Nee, ik heb een berichtje. Ik haal een colaatje op, ja? Helemaal goed. Hey, Muus, ik ben er altijd bij, zeg altijd Thomas. Ik moet even cola inschenken. Ik heb een cola fles, gewoon een noospistool. Kijk. Hoor je dat? Hey, Muus, je zou toch onderbroeken onderwerpen met op de achterkant gas? Klopt. Dat is een idee. Check 3 juni op de stand van Trekker Trek Nizuil. En dan... hebben we een steentje met allerlei dingetjes. Tenminste, dat proberen we. Wat t-shirtjes, een petje, een muispadje, weet ik veel. Morgen hebben we om te huren. En dan zien we wel even wat er aan merchandise is. Mm. Ah, hoi Kiel. Lars Turbo Haan die zegt... Ik ben een beetje laat. Heb ik ook wat gemist? Ja, de complete stream eigenlijk, hè? Ja, 453, we gaan de 450 likes doen. Zoutkamp Groningen, zegt Frida. Heb je ook kindert-shirts? Gaan we ook doen. Ja, Wolfman. Meppel Drenthe, zegt Daniek. Weet iemand ook hoe je links in beeld wegkrijgt? Hoe je de chat links in beeld wegkrijgt? Dan moet je de mobiele... als je de mobiele rechtop hebt staan... de chat naar beneden drukken... en dan kantel. Dennis, 1981, Beeldhoven Utrecht, Lars de Graaf... ik doe even de piepuit. Vletterveen Groningen, Erwin Blok. Hogesmilde, Griepskerk, Noord-Holland Hoogwoud, Velzen, Noord-Holland, Scheemda Groningen. Gerry Pekel zegt Oude Pekela, Janja Bavlo, Groningen Emus. Anneke zit in Leens, Papenvoort Drenthe, Rauwveen Overijssel, Assen Drenthe, IJsselmuiden zegt de Limmy. Weel Gelderland, Melvin, Drenthe Annen. Stefan Boer zegt Enschede, Joran Bijlen, Oskert Muntendam, Olpekel, Genne Overijssel, zegt Geert, Stadskanol, Opperdoes, Oldebroek, Ubbena, Amstelveen, Tutjehorn, Noord-Holland, echt? Tutjehorn, ja. Klasineveen, Soest, Grunning, Hulshorst, Westerhaars, Staphorst, Sibboen, Langedie, Visvliet, Winschoten, Zeewol, Warten, zegt Remco, Opperdoes, Martijn, Dokkum, Pearsons, ook de Pearsons, Moddergat, Wieger, Visser, Peter Klaassen, Siddebuun, Dedemsvaart, Overijssel, Hinterstoder, Ooster, Hinterstoder, Oostergeij. Nou moest u ophalen, doe, oder wat. Achterhoek, FS-team, Echte Loonwerkers, Oud-Kaspel, Harkema, Wapenveld, Bruggem, Loinsgrun, Friesland, Horensterswaag, Zuidbrouck, zegt Cobra. Ja, Jelle stuurde er ook weer jou, hoor. Jou, ja, zeker, doe. Ik had hem nog niet eens zien en bam, Zuidbrouck staat er. Jacco, Jan Flikkermans, Spiek, Grunning, Wouter van der Vee, Niekerk, Grote Gaas, kijk. Dat is wel hal dichtbij, doe. Fin Games, Marslo, Drenthe, Lars de Graaf, Emst, Gelderland, echte Heemuus-fan, zegt Guido Koning. Mooi Jorre Dekker, Moordrecht, Zuid-Holland. Helemaal goed, jongens. Spier,
Oh, spier, ja, door Bidi. Er zit ook een Van der Valk, spier. Otto, Zeeland. Zeeland, ik ben nog nooit in Zeeland geweest, ik zweer het. Hoe zeg jij? Ik ben nog nooit in Zeeland geweest. Nee. Echt? Jammer zo, Bondo. Is dit een combined livestream? Daar ligt het wel op, ja. Nee, we zijn ook aan Strondje geweest en we hebben, wat hebben we nog meer dan, Koop? Zuiden, Strondje, van alles. In Cabooien. Maar wist wat het is, jongens? Ik wil iets, ik wil in de machine zitten dat ik chatten kan. Ja, ja. Wat Koop moet zeggen is geveli. Zegt de Blak. Ja, oh, met mijn 7000. Ja! Ja! Ja. Blakkie, bedankt, Blakkie. Ja, de 7000 is gehaald, dames en heren. En wordt even persoonlijk gefeliciteerd door de grootheid Blocky Games zelf. Wat dacht hij? Hartstikke goed, bedankt hè. Jawa. Jawa. Oh. Wat joh? Niks. Ik zit alleen maar een cola. Ik heb een deur, ik weet niet wat het is. Het is te laat van op de. Snackje? Nee. Niks eigenlijk. Oh. Ja, een broodje. En tussen de middag hebben we een lekker mosterdsoepje van Greet. Oh, met een beetje mosterdsoep, man. Oh, lekker, lekker. Ja. Gefeliciteerd, mannen, zegt Cobra NL. Jelle stuurt. Bedankt, jong. Gefeliciteerd, Ko en Ebenmuus net ook natuurlijk. Ron T, bedankt. Ja, Ron T, ook bedankt. Ja hoor. Ja. Tijn Schaalwijk die zegt, woef hem erin. Oké, okay, probeer ik. Woef! Wacht, wat? Waar heb je die chondeertrekker vandaan? Die chondeertrekker is downloadable misschien wel bij Lanting Farming. Dat zal je aan hun moeten vragen. Zij hebben een eigen YouTube-kanaal, Lanting Farming. Wat voor check peuken rook je? Vroeger vanille, nou Sean Player. Maar dat ga ik niet zeggen, want dat mag je niet nadoen. Een slecht voorbeeld. Neem maar een voorbeeld aan mij. Ja, Ko is gestapt. Nee, ook niet. Ko is gestapt, dus die is ook ooit begonnen. Niet beginnen. Nee, nooit beginnen. Nee. Never, nooit niet. Ik was alleen maar een halleboel geld. Ja, dan moest die microfoon ietsje dichterbij doen of zo, niet? Ja, iets. Ja, beter? Ja, absoluut beter. Lars de Graaf zegt, ik ga slapen tot de volgende keer. Helemaal goed, jong. Als je de volgende keer weer komt, ben ik alleen maar weer blij. Zo is dat! Ja, waar. We zijn wel melig vanavond, nee. Ja, ik ben John Pro en nee. Zal ik er heel volk zeggen, nou, hè? Vanaf nou? Een beetje nee, jammer. Nee, niet. Nee. Oh. Ik ben die bouwel op naar een topstoppen hier met die olle pakkenbogen. Ja, jongen, dat doen we wel met de jaskin. Denk je me niet schelden, ik wil er gewoon netjes in. Ja, doe best wel echt. Dit moet doe best heel erg, heel correct, hè? Ja. Ja, ik heb die net gehoord. Dan noemen ze ook wel een pietje. Precies. Nee, hoe kwam dat? Ik reed net. Ik zal die lussen pak door een mobrum. Ja, en toen jacht het waar doorheen. Net dicht bij die hoge stapel. Paf, trokken door een pak tussenuit. Fouten. Ja, hè. Jammer. Kijk, Lanting Farming John en Lanting Farming Volker. Dit is even printscreen waardig. Bats! Printscreen. Kijk. Maak ik nog even een fotoalbumpje van op Facebook. Vind ik wel leuk! Jan Koster die zegt, Peter, je moet bij de 10.000 stoppen met roken. Dat doe ik sowieso. Je moet me allemaal helpen om te stoppen met roken. Zo mooi ben je. En met de 12.000 een facecam. Nee jong, maar dan rok ik mijn abonnees weer kwijt en dan begin ik weer te roken. Ken je? Ik was 3 dagen van het roken, zegt Wieger Visser. Oké. Okay. John Deere is een Bambi trekker. Oké. Okay. Kijk, John Lanting, die dacht aan mij aan. Hey, Johnny. John Deere of niet? Hoestie.
Nee, met de Optum. Nee, goed hé. Ik al 2,5 jaar. Bist u 2,5 jaar stopt met roken, behoefte me, hè? Zeg ja. Nou, even de stro uit de combine laten rollen voordat ik mij omdraai met de combine. Zeg hem gas, gas. Gas. Zeg, doe hem knalhard gas. Nee, ik niet. Nee, oh. Ik wil de boot er niet af hebben. Oké. De boten. De boten. Oh, de wolfman zegt, ik was 2,5 jaar eraf en toen weer begonnen, zei dat. Ja, ik kan nog het staken vertellen, ik ben er 6 jaar eraf best. Ja? En toen weer begonnen. Oh. Ja, nu weer inmiddels de grootst mogelijke poging doen om hem eraf te houden. Maar toen ben je dan alweer een paar weken af, toch? Koop niet? Ja. Dat is knap. Dat gauw. Jongens, echt, ik zeg het nog even stellig. Begin er nou niet aan. Echt, begin er niet aan. Please. Het is gewoon een ramp om er weer af te willen. Het lijkt even stoer, maar daar heb je echt heel veel verdriet van. Ja, zo is. Vol. Want ja, waarom begin je? Ja, wie stoer? Hm? Met doen, ja. Ja. Ook in mijn hoekje staan, ook in mijn aan de shack zitten. Doen we niet. Flauwkul. Niet doen is niet goed. Nee, zegt Mike. Helemaal goed. Edwin Blok die zegt, hey Muus, als ik op mijn telefoon een foto maak, dan hoor je nu, bats! Zo, screenshot. Ja. Dat hebben ze zo ingesteld, Ko. Ja? Ja. Mooi werk doen. Ja, fantastisch. Heeft Ko kinderen? Ja. 3 leuke meiden. Ja hoor, en wat voor wichter. Een mooie wichter. Dat is alle mooie wichter doe. Ja. Rudy van der Laan zegt, Peter, heb je ook borrelnootjes? Waarom vraag je dat? Zo. Oh, 4 trekkers. Oh nee, 4 personen op 1 perceel. Dat gaat mooi hier. Ja, dat was mijn doel ook even. Dat wij met elkaar er even... Ja, zo is het. Peter! Klaar hem eruit, joh. Jouwe, en hij ligt al op kado. Omdat ik geen tabak meer kon krijgen voor mijn pijp, ben ik maar gestopt. Oh, die rookte piepke. Fantastisch. Hey, piepke. Rudy zegt, je houdt toch van borrelnootjes of niks? Ja, zeker. Peter, we hebben nu 2 John Deere's en 1 oude Lamborghini. En mijn vader gaat van het najaar een Steyr kopen, Jan Koster. Helemaal goed, joh. We worden wel verstandig op geen moment. Doe dan maar gewoon blauw. Hè? Helemaal niet deur. Ja, Rudy. Bix. Klopt, hè? Bix. Helemaal goed, hè? Hij snapte dat grapje. Ja, ik weet het. S. Bix. Ja, ik had het weggepiept, maar als je het snapt, is hij leuk. Hada! Oh, dat zeg ik alweer. Ik moet nog wel meer naar Jara. Kijk, allemaal in beeld. Even een screenshot, een co-shot. Zo, een keer. Bats. Dan is die landing. Ja, hartstikke goed. Screenshot. Helemaal goed. Rudy van der Laan. Sorry, John. Dan moet ik maar verkeerd nemen. De New Holland is de best. Go. Ja, zo is dat. Ja, Sydney Plaatsen, die heeft zelfs zien YouTube. Logo is een dikke, zo'n tarwekorrel, is wel. Heel erg mooi. Oeh, Edwin Bloks vroeg van Ko, hoe oud zijn je, Wichter? Not so old. Nee. Nee. Nee, ik heb... Oh, ga in first person. Ja, doe ik even.
Helemaal goed. Ik heb 2 van 6 en 1 van 10. Ja, een tweeling van 6 en 1 van 10. Ja. Hé? Ja, dat gaat gewoon. Ja, ik ben ook een beetje incognito. Dat ik van die stalk door al die jongens. Hey, dat wil ja, ik maar... niet hebben, man. Ik heb allemaal jongens. Ik heb me niks schild. Ja. Ik heb allemaal jongens. Jongen, dat mag niet uit, ja. Ga first person. Heb ik net al. Zo. Hey, Muus houdt van cashewnootjes. Ja, dat was in een oude... Dat had ik toen een keer in opgenomen. Hele zolder cashewnootjes. Hij kill. Je moest een pizza op worden. Ja. Wichter dan en wat zwaarder aan en wat lichter. Ja. Stop. Ach, DJ Mike. Mijn vrouw Frida is ook gek op Nieuw-Holland. Waarom? Waarom is ze niet blij om te staan? Kijk even, met GPS dan kun je een mooie first person zit blijven, jongens, hè? Nou, ik wil niet first person, want ik heb die jongens niet in beeld, ja. Hoe bist u, chat? Ja. Ik kom net een pakje zijn voortbrengen, ja? Oké. Sprintje. Ik niet action hier zo. Nou, we gaan ook zo, doe ik niet zo lang meer. En dan gewoon, Frida die dikke smileys. Oh, ze is gek op Co. Daar komt van. Ja, wauw. Hoi, Gil. Ik kom net binnen. Wat belangrijk is gemist, zegt de Meloen Gamers. Nee. Ik kan een treintje maken hier zo. Rudy van der Laan, welke videokaart heb je eigenlijk, Peter? Ik heb een GTX 1080 8 gig gaming, MSI. En Co heeft de 750, de X van Epemus. Dat klinkt er hoor, maar het gaat om de videokaart. Wat, hè? Die doet hartstikke goud. Ja hoor. Maar wist waarom ik dan die computer heb? Ik kan nou hogere resoluties streamen. Ik kan hogere resoluties opnemen. En de computer doet dat met 2 vingers in die NASA. Ja hoor. In die NASA doe. We doen dit hoekje nog even. En dan gaan we een eindshot maken bij een bepaalde plek. We pakken dit hoekje. We pakken dit hoekje. En dan... Mijn shop. Dan honderden we op, jongens. We hebben alweer 2 uur om zijn stream geweest. Dan is het ook alweer best, ja. Klaas Hofstee, ik ga weer tot de volgende keer. Maar weer tot later, Klaas. De volgende keer. Groeten. Giet weer mooi of niet, zegt de Meloen Gamers. Helemaal ja. Helemaal waar. Helemaal juist. Helemaal goed. In John Lanting mag wel eerst een de luchtfilter schoonmaken. Die zit dik in mijn duim. Oh, ik zit nou weer bijna naar hem vol, maar ik keep it jam. Is John wel hem down? Is John naar hem down? Bijna of word ik er down? Vol, kerels. Oh! Jongen, skipper, hou je roer recht. Hoe komt het dan die wijze woorden ineens? Ja. Nou, les door een wier zijn van Sean, jongen. Dat kan die jongen 2 keer niks meer. Hè? Dat is gewoon zo'n pak zonder taal. Dat ligt er wel. Ja, jongens, duk nog helemaal mijn duimpje voor de eindchat. Zullen we de 500 nog halen? Ik denk het haast niet. Maar nou, we zijn heel leer, jongens. Alweer fantastisch met mijn koor. Hé, hey, Muus. Kan ik die nou inhuren voor Derpschek of niet? Zegt Grunsteen Nieuws. Nou, dat ligt eraan wat de uurprijs is, maar dan wil ik wel even flauwekul, hè? Zeker weten. Ja, vol. Vol. Ik denk dat... Wie het... Oh, kijk. Hé, een mooie eindshot dit. Ja, dit is wel een mooi shot, zo. Die landingvaring wordt knettergek van het gegaar. Hoorst u dat ook nou? Ja, ik hoor het hier nou. Hier, die toeter. Mooi dit, hè? Met mijn koor zo. Dit vind ik leuk.
Ik moet even wat van Meloen Gamers zeggen. Doe even die koptelefoon af. Zeg tegen Code Stijn beter dat het is. Nee. Emis, kom je uit een boerengezin? Ja. Ko ook indirect een beetje. Ja. Kijk, de Wolfman is nagenoeg sneller als de Nightbot. Het is onvoorstelbaar. Ik hoor dat maar. Oh! Oh! Wat ben je dan maar aan het doen? Ja, ik doe alles terug. Ik wil een callbackerfunctie hebben op mijn combine. Tijd voor de stuurtje. Oh, daar heb ik wel zin aan, jongens, hoor. Is er nog een donateur aan boord? Nee, <voor mijn kruis>. Maar we gaan wel voor het stuurtje. Ik zie het helemaal zitten. Ik ga wel mijn bureau zo aanpassen dat er nog een plank onder komt. Ja. Dat ik het stuurtje lager zet. Dat ik mooi mijn arm zo op de arm leunen. En dat ik dan zo mooi een beetje gas geef. En wie is vol? Noem maar zo bon. Oh, graag als clown verkleed. En dan ben je al en kost... Dat ben je al. En dat kost 7,50 per uur, 30 april. Sorry. Want ten eerste... Nee. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan clowns. Dus dat doe ik niet. En ten tweede, 7,50 is een aanfluiting. Dat is 10 minuten waak, 7,50. Kom op. Ben je hoger doe, graag. Doe gewoon voor 30 geld. Ja, hallo. Ja, dus gelijk ook capsones, hè. Ja, ik heb nou 7000 abonnees. Ik krijg nou capsones. Nee, hoor. Yeah, niet best, hè. Waarom ben je geen boer geworden? Hou je niet van vee? Nee, ik had er toch meer... Ik was toch materialistischer als het vee. Maar ik heb vroeger wel molken en ja, wat heb je niet nog? Ja, de stier zeker of niet? Nou, waarom? Waarom nou weer zo'n uitspraak? Niet leuk. Ja. Ken Wolfman die ook de man snoeren of niet? Nee. Doe maar gewoon zeggen wat je wilt. Ja. Oké. Okay. Nee, ik heb vroeger... Ja, maar ik zie die niet als boer. Nee, ben ik ook niet. Ik heb vroeger wel geholpen bij hen zijn Hollandse stal. Zal ik een verhaaltje vertellen? Ja, nou, vertel hem. En misschien sta ik verholpen met die vijven, met die accu en die Tweede Wereldoorlog. Is echt. Wij hadden vroeger een Hollandse stal en dat betekent dat de koeien met de koppen tegen de muur aan zaten. Dusten om met die combine. Ik draai hem om, want ik wil dit hoekje eerst en daar riemen we nog voor een eindje aan. Verhaaltje is altijd leuk, zeg Rondheen. Nou, kom verhaaltje. Wij hadden vroeger een Hollandse... Oh! Dominique Neumann doneert 1 euro. Dankjewel, Dominique Neumann. Geen tekst erbij, maar hij doet het maar wel even. Dankjewel. Ik kom naar verhaaltje. Wij hadden vroeger een Hollandse stal. Dat betekent de koeien met de kappen tegen een muur, met de konten naar het middenpark. En dan moesten we het ook het voer dus tussen de koeien deur voeren. Oh ja. Maar achter de koeien lag een groep. Ja, die groep. En die groep moest uitgemest worden, hè. Ja. En dat moest ik doen, hè, met de lange vork. En dan moest jij weer op die grond gooien. Nee, ik moest dat eerst met de kruiwagen, met de vork. Nee, gewoon in Gronings verder. Maar als ik met de vork, moest ik dat in de kruiwagen schep. En dan naar buiten lopen op zo'n smal plankje bovenop de mistbeeld en dan leegkie. Nee. Ja. En daarom heb ik lange arms en grote ogen. Nou, mijn pa zei van, ga je stoer even missen? Ik zei, jawel. Ik zei, nee, wat dan? Nou, kreeg je lange arms en grote ogen van. Ja, dat is zo. Ah, vandoor is dus een vreemd die... Nee, laat maar. Nee, zeg maar en ik stop nu met de audio, ja? Ja. Nou, leuk verhaaltje, meneer. Zeg in de chat, ja jong, leuk verhaal, lange arm, grote ogen. Schitterend verhaaltje, zegt Rondheen. Emis, ik ga er vandoor, het was weer een mooie stream, jong. Zegt Jan-Ja Bulduus, dankjewel. Groet naar die pa, groet naar BTN. En we komen zeker even langs. En tot de volgende keer, jongen.
Ja, mooi. Ja, ja hoor. Ja, mooi, mooi verhaal te zeggen. Jouw, ja, ik, ja, hoor. Ja, 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 mooi verhaal. Ja, jong, leuk verhaal. Moet nog een verhaal te vertellen? Andere keer. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vragen 9. Er komt 10 vragen bij pak. Ja? Ja. Ondies. Oh, Jan Jaap die zegt, kom gauw jong, zal ik wel even nou. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Je mag wel meer van verhaal. Oh, ja, ik doe een andere keer doe ik weer een verhaal, ja? Ik heb niet altijd een verhaal klaarstaan, het schiet me nou te ben. Sterk verhaaltje, hoor. Nee, wat ik vertel is allemaal echt. Oh. Hap, hap. Nou, dit is niet leuk, hoor. Ik ben altijd heel, ik probeer mensen te entertainen. Met mijn verhaaltjes. Moet toch kennen. Vertel, doe eens een verhaal. Ja. Nee. Nee, zei ze. Knalhaard. Ik ben niet zo van die verhaal. Nou, ik vind het mooi om te vertellen. Hmm. En er wordt ook wel waardeerd van mij. Ik pak hem even in de midden op. Dat dit gewoon weer niet... gewoon niet weer helemaal terug. Let op, ik pak hem al dan. Ja, nee, net niet. Ach, poep. Hij pakt net nooit. Net nooit. Ja, hij pakt dan. Let op, Kiko, ja. Hij pakt hem 7. Ja. Oeh. Ja, Heringa doneert 10 euro. Hier, even 10 euro zak geld van Wippie Wappie voor die stuur. Bedankt. Ja, Heringa. Bedankt. Dat is de pa van Wesley. Ah, schitterend. Echt superleuk. Arnoud Berghuis zegt gefeliciteerd met de 7000 subs. Even Huske, dankjewel. Inmiddels al 7016, hè? Waar komen ze van al? Ja, wat is doet? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Oké, chatters, wie is hier voor het eerst? Komt dat nog op de beurs dan? Nee, leuk, nooit. Ja, ja, nee. Wie is hier voor het eerst op deze livestream, jongens? Ik. Ja? Op deze livestream wel. Ja, Wolfman, ik. Ja, ja. Guido Koning, ik. Uh-huh. Cobra, ik, nooit. Uh-huh. Ik, ziet ze durf staan. Mm-hmm. Ja, zeker, joh. Ik ben niet voor het eerst, zegt Rob en Arteng. Ken niet, ik heb je ook al voorgezien. Jan Jaap, ja, mm-hmm. Ik geloof er helemaal niks van. Ik ken hem allemaal, ik onthol iedereen. Iedereen in Noosterkoor. Begon even, even bij die packs nog. Oké, dat gaat nu. We gaan in de pak staan, jongens, en dan zo wat een pak doen. Hoi, kill. Niet aandrukken. Nee. Ik denk, ik druk hem zo de hele pak aan om. Niet leuk. Ja, wel leuk. Nou, eindshot, jongens. Jongens. Ik denk, heb die 1200 pk en Leuslo. Juist. Ik ben er helaas alweer te lang, zegt Grumsteen Nieuws. Stoere jongen, zo. Ik. Stoere jongen, dat zal wel, die zal wel menen kennen. Maar heel veel chatters zie ik wel voor. Hoor. Ik heb je hem al in de gehoord, ik snap het wel. Nou, ik sta bij Muur. Prijntjat, Koosjat. En John Lanting, Koosjat en Volkert. Jongens, kom even, sta bij Muur, jongens. Oh. Dan doen we een eindje. Het was gezellig met Gaan. Kom, wat doe je toe? Bist een type? Ja! Ja, dank jullie kerels. Nou, wat vonden jullie? Ik wil nog even weten in de in-game chat. Wat vonden de landing farmers ervan. Graag gedaan, het was een waar genoegen. Dit gun ik iedereen, zegt John. Nou, fantastisch. Nog één keer een eindje. Bats. Dan maak ik hier nog even een albumpje van op Facebook. Kun je dat even bekijken? Ik spring hem over naar de eindje. Doe maar hem, jongen.
En dan zal ik zeggen, iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. We hebben gehaald 490 duimpjes. Dus als er nog 10 bent die nog niet op drukt hebben, dan hebben we 500 duimpjes er weer gehaald van op. Fantastisch. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Ja hoor. En bedankt en tot ziens. Groene.